Kijk, als jullie dat goed vinden, uiteraard allemaal. Ja. Dag allemaal. Leuk dat jullie hier zijn. Welkom aan Francine. We gaan het vanavond hebben over, tot jullie grote verrassing misschien, maar we hebben het over ADHD. En we hebben Francine uitgenodigd om daar met ons over in gesprek te gaan. Ik heb daar een aantal vragen voor voorbereid. En de vragen die jullie hebben mag je in de chat stellen. Als het kan, zoveel mogelijk de camera's graag uit. Omdat Francine en ik dan het minste afgeleid worden door bewegende beelden en andere mensen. Wacht even, ik klik ook op allerlei klokken waar ik niet op moet klikken, geloof ik. We gaan het hebben met Francine over ADHD. En Francine Regelink, die we te gast hebben en die ik graag aan jullie wil voorstellen, is de schrijver van dit boek. Ja, Drugs. Dat is mijn boek. En Francine is... was al bekend in heel Nederland vanwege een aantal andere dingen die ze deed en vanwege het feit dat ze ooit haar borst heeft laten zien op een foto. Ook een beetje zo'n setting. Ja, he, maar nou, weet je, ik vind het vooral, waarom ik het vertel, is omdat ik het zo vet stoer vind. Dat je dus iets wat zo in your face komt... gewoon zelf gaat gebruiken en in gaat zetten. En dat zie ik eigenlijk ook wat je bij ADHD hebt gedaan. Dat je dat in dit geval gewoon hebt gezegd. Ik omarm het. Dit is gewoon wie ik ben. En ik ben niet standaard. Ja, klopt. En ik denk dat dat wel een mooie omschrijving is van jezelf, Francine. Wat moeten ze in ieder geval nog van je weten, vind je? Dat ik nog steeds ook gewoon ups en downs heb. En dat ik ook, kijk, ik heb natuurlijk een handleiding geschreven. En daar weet ik wel van dat veel mensen iets aan hebben. Maar dat wil niet zeggen dat mijn leven dan over rozen gaat. En ik heb ook nog gewoon zo'n ups en downs. En deze maanden ook weer. Ik ga gewoon weer naar Kaapstad, want dan heb ik gewoon weer rust. En mensen denken de hele tijd, oh, jij hebt je ADD onder controle. Dat is zeker niet zo. Ik heb alleen manieren gevonden om het, denk ik, bespreekbaar te maken. En de juiste mensen om mee te verzamelen. Maar dan nog steeds moet je het altijd zelf doen. Ja. Nou, dat is bijna een samenvatting van je boek. Ja, ja, dat is het wel een beetje. Maar ja. Ja. Dus. Nou, mijn plan is dat ik met je gewoon een aantal dingen van het boek doorloop. En echt iedereen, dit moet je gewoon gaan lezen. Het is gewoon echt een boek waarin... ik in ieder geval ontzettend veel herkenningen heb gevonden. En je schrijft heel mooi in het begin... dit boek is een pep talk voor iedereen die dealt met ADHD. Ja. En je zegt, en die heb ik even opgeschreven... ik ben niet standaard. Ik doe de dingen meestal en liever anders. Maar uiteindelijk kom ik er altijd. Soms is de logica voor mij ver te zoeken. En juist als dingen heel logisch zijn... zie ik ze niet. In onlogica ben ik dan wel weer gespecialiseerd. Ja. Ja, laat ik even beginnen bij het pep talk. Ik heb vaak te horen gekregen dat ik iets niet kon. Of, nou ja, eigenlijk van kind af aan al. Dus, en dan moet je ook soms andere manieren zoeken. Want ik wil net zo goed als ieder ander dat iets voor me gaat werken. En... ja, en dan heb je soms gewoon een pep talk nodig van iemand die het wel in je ziet. En ik heb gelukkig heel veel mensen omheen die dat wel zagen. Dus ja, ik dacht, kan ik dat ook voor een ander misschien zijn? Want daar heb ik zelf zoveel aan gehad. Dat iemand zei, maar jij kunt het eigenlijk wel. Alleen je kunt het op je eigen manier. En ik denk dat een van de dingen die ik inzag na mijn diagnose... en waar ik een gesprek over had met een van mijn behandelaren was... dat ABCDE-verhaal van hè, dat er veel mensen die niet neurodivergent zijn... ABCDE door stappen heen gaan, maar dat ik dat eigenlijk nooit heb gedaan, omdat bepaalde stappen leveren me stress op, bepaalde stappen snap ik niet, en bij andere stappen durf ik geen hulp te vragen, dus dan moet je soms op een andere manier door het proces heen, maar dat wil niet per se zeggen dat dat dan fout is. Ja, dus ik vond het wel dat vond ik wel belangrijk, en ik loop nu ook, dat is ook wel goed om te weten, ik loop nu ook gewoon bij een psycholoog, want praten is nooit verkeerd.
En daar heb ik een beetje hetzelfde verhaal. Hè? De mensen om me heen hebben heel erg dat levenspad in mijn optiek. Dat ze best wel een rechtdoor pad bewandelen. Terwijl ik mijn gevoel gaat hebben dat ik langs dat pad soort omhoog cirkel. En dan allemaal hele slingers en pieken en dalen. En dat ik hele tijd naar dit pad toe wil waar zij op lopen. Terwijl A, dat van hen loopt niet recht. En B, dat maakt het soms gewoon lastig. Omdat ik daardoor een verwachtingspatroon schep naar die kant toe. Waar ik zelf me eigenlijk helemaal niet prettig bij voel. Maar ik soms me ook helemaal niet mezelf doorvoel als ik probeer op dat rechte pad te lopen. En zij mogen ook op mijn slingerpad komen soms. En een stukje met mij meelopen om vervolgens weer naar hun pad toe te gaan. Ik weet, en dat die erkenning en dat soort dingen brengen me rust. Want anders blijf ik maar denken en hopen dat ik ook dat hele normale leven leid. Terwijl het is niet altijd even normaal. Het is juist heel leuk. Maar soms voelt het, zeker op een leeftijd van waar je 30 plus bent, alsof je niet helemaal een normale leven leidt. En dat het altijd zo blijft. Maar aan de andere kant, dat is ook alweer de charme denk ik van mijn leven. Dat het juist soms zo gaat. Ja. Ja, ik vind het wel mooi zoals je het omschrijft. En tegelijkertijd, ik herken er zelf, ik heb zelf ook ADHD. En ik zie mijn boekenkamer. Dat is echt chaos ten top, maar ik kan er alles in vinden. Mm-hmm. En wat ik vooral mooi vond, is dat ik dacht, oh, maar dit is het boek wat je volgens mij voor jezelf geschreven hebt. Wat je wilde dat jij had kunnen lezen toen je of net de diagnose kreeg of nog niet. Heb je dat ook een beetje voor ogen gehad? Ja en nee. Kijk, ik heb dit boek 10 jaar geleden al had ik in mijn hoofd. En ik had al mijn telefoonnotities. Ik weet niet of toen al een iPhone was. En ja, denk maar. Ik had notities gemaakt van hoe het eruit moest komen te zien. En toen ben ik er uiteindelijk mee naar mijn management in de tijd gegaan. En die zei, nee, je moet niet van je ADHD je trademark willen maken. Dus toen heb ik het niet gedaan. Niet geluisterd naar mijn eigen gevoel, maar naar wat anderen ervan vonden. Ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. Dat je iets voelt. Maar dat je denkt dat die persoon die het wat rationeler heeft. En wat beter zogenaamd. Elkaar, luister ik daar wel naar, die zou het wel weten. En dat geef je gauw weg, dat vertrouwen. En tot ik op een gegeven moment dacht, ja, leuk, ik heb nu 2 boeken geschreven, ook nog een hulkwits, maar dit moet er zo ontzettend hard uit. Het is alsof ik een kunstwerk wilde maken. En het is meer dat ik dacht, mijn leven is door die ADHD ook zo te gek. Ik maak rare dingen mee, ik maak leuke dingen mee. Ik kom in situaties waarvan ik dacht, dit kan ook alleen maar mij overkomen omdat ik ADHD heb. En dat is juist zo bijzonder. En ik wilde zo graag dat... dat anderen het wel gewoon begrijpen. Want dat ik vastloop dat ik geen contact meer met iemand opneem. Omdat het voor lange tijd, daar zit vaak wel iets achter of zo. En ik vond het belangrijk dat andere mensen daar niet alleen in zouden zijn. En ik denk dat een van de dingen waarvoor ik hier ben op de wereld, is verhalen vertellen of verhalen opsnuiven. Daar mijn eigen verhaal aan of draaien geven. En die weer doordelen. Dat vind ik zelf het leukst. En daar is misschien ook wel mijn fantasiewereld in. Dus dat boek was eigenlijk een soort van, het moest er wel komen. En natuurlijk... Dan moet ik wel zeggen, tijdens dat schrijven dacht ik ga falen op dit boek. Omdat ik dacht, wie wil dit eigenlijk lezen? Maar gelukkig zijn er daar 15.000 van inmiddels. En misschien heeft een aantal van jullie het ook wel gelezen. En dan voel ik me niet als een faler. Dus het is ook een beetje mijn wijs dat het wel gewoon kan. En ik weet niet, ik hoop zo dat al die andere mensen, misschien die ook ADHD hebben of ADD, ook zo beseffen dat ze tot iets in staat zijn wat een ander absoluut nooit zou kunnen. Maar juist omdat je het hebt, jij dat wel kan. En of het een boek is, een kunstwerk of een... bepaalde actie, gewoon dat je wel even met je gevoel bent meegegaan. Dat daar zulke mooie dingen uitkomen. Dat leren durf vertrouwen op je gevoel. Ja, wat ik ook lees in je, zeker in jouw jeugdjaren, is dat je dat eigenlijk bent afgeleerd. Of hebt afgeleerd, omdat dat niet paste binnen het normale hokje, zeg maar. Ja. Ja, want je, goed, ergens is het ook heel goed dat er een hokje is waar je in gedwongen wordt. Want als het aan mij had gelegen, had ik nooit leren rekenen, had ik nooit leren autorijden, had ik nooit een blind type cursus gedaan. Dus dat er een hokje is en dat je daar een beetje in gedwongen wordt, dat heeft ook voor gezorgd dat je soms toch op dat rechte pad moet meelopen. Het was ook goed dat het er was, dat die kaders er zijn. Want daardoor kan ik soms wel van 9 tot 5, voor zover dat gaat. Op kantoor zitten, omdat ik dat wel heb geleerd, ook al ging het niet van harte, maar dat kleine licht een beetje dwang. En dat is wat het systeem soms wel doet. Maar ik moet wel zeggen, mijn ouders hebben me altijd wel heel vrij gelaten in alles wat ik deed. Hè. En nog steeds zoek ik dat soort omgeving op waar kaders zijn, maar waar ik wel echt zelf binnen mag tekenen en tekeningen mag maken, bij wijze van. Ja, dus volgens mij wat ik je hoor zeggen is, en dat lees ik ook in je boek terug, voor je ouders was jij gewoon Francine. Dat past gewoon bij jou. Ja. En volgens mij zijn dat de mensen die je ook graag opzoekt om je heen te hebben. Ja, en ik denk, ik moet wel zeggen, ik probeer nu ook weer gewoon Francine te zijn. En dat lukt niet altijd. Dus door dat boek
ben ik nu voor de perceptie van andere mensen wel echt de belichaming van ADHD. Net zoals ik de belichaming was van het Tieteverhaal. Ja. En dat is soms een beetje moeilijk als je bijvoorbeeld op date gaat. Dat mensen al met een bepaald verhaal tegenover zitten en dat eigenlijk niet meer los kunnen zien. Want in die end ben je gewoon jij en is dit maar een heel klein onderdeel van je. Alleen, goed, in dit boek lijkt het natuurlijk over dit, alles is wat je bent. Dat is natuurlijk niet zo. Ja, dus dat vind ik ook altijd soms, dat is wel weer moeilijker aan af en toe ook. Ja, dat kan ik soms niet meer anders kunnen zien of als ik dan op een gesprek ben of ik word ergens in, dan zit ze en ze is heel druk en dan weet ze, denk ik was er net 3 seconden, ik heb nog helemaal niks gezegd, ik ben gewoon nu rustig. Kun je dat ook begrijpen? Dat ja. Alleen mensen hebben toch al zo'n vooringevuld hapje. Ja. Ja, maar dat is ook zo, hè? Mensen, dat is dus, dat komt ook wat door het label. Wat dus een kracht kan zijn, en maar ook iets wat dus tegen je werkt. Als je daar heel open en eerlijk over bent. Ja, en nu zie ik dus toch in mijn ADD-hoek, maar dat maakt niet uit, zie ik dus een hele goede vraag van Fleur. Die zei, heb je ook gemerkt dat daardoor mensen afhaakten in mijn leven? Laten we maar gewoon wel, die slaat daar wel mooi op aan. Ja. Ja, zeker wel. Ja, jawel. Nou, op die date sowieso wel, hè, dat mensen op voorhand al erachter zijn gekomen online wie ik was. Ik zal niet willen afspreken, dat kan. Snap ik ook. Maar dat vind ik jammer, want dan denk ik, ja, er is zoveel meer. En als je me niet accepteert hoe ik ben, dit is wel een onderdeel ervan. Ja, en afhaken is meer in vriendschappen gebeurd. Dat is op lange termijn, hè. Met vriendschappen ben je al wel heel lang met iemand. Maar is het vanwege die ADD misschien niet altijd duidelijk geweest? Dat het, ik wil niet zeggen dat het daar lag, want ik was er nog altijd zelf bij. En zelf niet altijd misschien open genoeg geweest zo. Maar daarin heb ik me wel vaak soms, nou vaak, ja, daar heb ik me wel afgewezen in gevoeld. En dat heb ik in drugs niet meegenomen, het hoofdstuk vriendschap. Maar dat komt in een nieuwe boek van drugs wel. Ook al vind ik dat het moeilijkste hoofdstuk om te schrijven. Vriendschap kwijtraken door iets niet goed kunnen onderhouden of door niet op tijd te reageren, dat is wel lastig. En ik denk dat dat heeft met de vriendschapdegradatie te maken. Al mijn ADD-vrienden, als ik die een jaar niet zie, bij wijze van, dan is er niks aan de hand. Dan ben ik niet gedegradeerd in of het belangrijk voor ze was. Of weet je wel, terwijl mijn normale vrienden vinden het belangrijk dat ik elke maand misschien even contact met ze zoek. Of dat ik ze feliciteer met de verjaardag die ik per ongeluk vergeten ben. Maar niks, geen opzet in het spel is dat ik het vergeten ben. En dat maakt het, ja, maakt het wel moeilijk. Soms. Dat maakt het ook wel pijnlijk, want vriendschappen, dat raakt me vaak eigenlijk wel het allermeest. Juist omdat ik ze soms ook zo nodig heb als zijnde dat ze in mijn dreamteam zitten. Ja, en ze zijn, dat is het, hè. Vriendschappen zijn gewoon heel belangrijk in iemands leven, of contact, hè, met mensen. Ja. En als je dan door iets waar je eigenlijk niks aan kunt doen, dan buitenspel wordt gezet, of daardoor wordt gedisqualificeerd, zeg maar. Dat is natuurlijk best heftig. Ja, en dan krijg je nog al die vrienden die zeggen, ja, maar dit heeft niks met je ADD te maken. Denk, soms ook niet, dat klopt. Soms heeft het ook te maken met dat het me niet lukt. Maar het fijne aan de vriendschap die ik wel heb, en again, ze zijn zeker niet allemaal ADD, maar ja, ik kan oprecht ook iemand misschien 4 jaar niet zien, maar de dag dat ik die persoon zie, dan heb ik het gewoon leuk. En dan ben ik daar heel blij mee. Dus ik vind het soms zo lastig dat ik daar dan op word afgerekend. En ik ken ook zo, en heel veel van jullie kennen, eigenlijk kennen waarschijnlijk heel veel mensen. Ik weet, met ADD is het vaak wat moeilijker, heb ik het idee. Maar voor ADD is, ik ken wel echt te veel mensen soms. Dat ik ook niet met iedereen mijn vriend kan zijn. Ik zou wel willen, kan het goed opstarten, maar het onderhouden lukt niet altijd. En dat vind ik wel lastig. En nogmaals, als iemand alleen ADHD of ADD heeft en daar iets over kan zeggen in de comments, be my guest, want dat is misschien wat anders nog weer. Nou, het heeft denk ik, als ik naar mezelf daarover denk, ik ben zelf 47, dan heeft dat ook met levensfases te maken. Dat je in bepaalde levensfases meer of minder vrienden hebt. En dat je dat ook in de tijd, dat je daar mensen in kwijtraakt en andere mensen weer bij krijgt. Maar ik heb ook minder energie. Dus ik word kieskeuriger. Ja. Ja, dat probeer ik nu ook wel steeds mee te bevatten. Dat ik ben heel vaak op plek of doe dingen gewoon dat ik altijd enthousiast ja heb gezegd. Maar op het moment zelf denk ik, wil ik hier nou echt zijn? Heb ik hier nou de energie voor? Want als je ouder wordt, heb je misschien soms ook wat minder energie voor dingen. Of die rare moeheid die soms opsteekt. Ja, dat vind ik ook wel lastig. Want soms zit ik ergens wel tegen mijn zin in om maar aardig gevonden te worden. En dat zijn ook van die dingen, ja. Of ik doe mee met wat mijn normale vrienden doen. Maar dan denk ik, ja, word ik hier zelf heel gelukkig van? Weet ik niet altijd. Nee. Nou, dat is ook zo. En een van de dingen die ik ook in je boek mooi vind tot z'n recht komen, is ook die complexiteit rondom prikkelgevoeligheid en
rust nodig hebben, je gewoon ook terug moeten trekken. En dat staat soms ook gewoon haaks op de dingen die je met vrienden zou of wil kunnen, zeg maar. Ja, dat denk ik ook. En ja, dit is dat, ik zie hier nu net ook iets in de comments staan. Het is inderdaad ingewikkeld hoe we soms zijn. Maar wat ik... je ontgroeit inderdaad bepaalde dingen, maar het is ook een beetje van... Ja, ik begin wel steeds beter te begrijpen waar ik zelf behoefte aan heb. En naar luisteren is een tweede. En dat maakt het soms wel... En ik denk dat dat een van de dingen is waar ik wel heel blij mee ben. Ik denk dat jullie daar ook allemaal best trots op mogen zijn. Mijn zelfkennis is groot, hoe irritant ik het ook vind. Maar ik ben zo vaak, heb ik onder een vergrootglas gelegen. Of ben ik gespiegeld, of ben ik aangesproken op dat gedrag. Dus soms denk ik, ik weet wel veel beter waar ik sta en wie ik ben dan een mens die daar niet altijd mee geconfronteerd is. En ik denk dat dat soms ook wel een grote kracht is. Maar ik ben ook tegelijkertijd mijn grootste criticus. Dus ja. Ik ben ook mijn eigen grootste tegenstander daarin soms. Dat vind ik dan soms jammer van mezelf. Ja, en als ik lees wat je schrijft, maar ook hoe ik het zelf ervaar, dan heb je natuurlijk al zoveel kritische stemmen gehoord. Bijvoorbeeld in het opgroeien, in je jeugd op school, op al die dingen waar je netjes in de regel mee moet dan wat anders. Dan is het ook heel ingewikkeld om zo'n stem niet te internaliseren. Ja, ik denk dat ik daar ook nu wel de meeste moeite mee heb. Dus ergens, ja, die stem is er. En ik denk dat de boeken die ik schrijf soms een soort van uiting daarvan zijn. Ik denk dat daarom ook veel ADD's of ADD's een uitlaatklep hebben in iets waarin ze dat gevoel of dat luisteren en vertrouwen op je eigen stem wel vinden. Want ik had ook makkelijk influencer, want dan ben ik ook een tijd geweest kunnen blijven. Ja. Maar die continue feedback die ik daarin had, vond ik ook lastig. Terwijl als je je verhaal toevertrouwt aan een doek of een boek of een ik weet niet wat, of aan een Lego installatie die je maakt, dat oordeelt even niet. En daar kun je even je rust en je gevoel in kwijt. En dat merk ik wel, ook al is het hartstikke stressvol om een boek te schrijven. Maar ik denk, ja, er ligt hier wel iets waar ik volledig achter sta. Dit is er echt gekomen dat ik dacht, ik hoop hier iemand anders mee te kunnen helpen. En ja, dus dat, die uitlaatklep heb ik wel nodig. En dat is ook een beetje de spiegel weer, hè, van jezelf. Dus ik hoop ook, ik weet niet. Misschien kunnen jullie in de comments zetten waar jullie je uitlaatklep in hebben. Waarin je denkt, dit is zo waar mijn interne stem in doorklinkt. Want dat vind ik ook interessant om te lezen. Ik kan niet op iedereen reageren daarin. Maar ik ben wel benieuwd van hoe dat voor iedereen zit. Nou, Saskia schrijft, ik ben 46 en vind het zelf ook knap ingewikkeld. Maar ik denk ook dat je mensen ontgroeit als je jezelf ontwikkelt. En dingen leert over jezelf in ADHD. Ja. Nee, maar mee eens. Nee, maar dat is wat ik net zei, hè. Dus dat het van jezelf leren kennen, die zie ik nu ook. En ik zie even kijken bij mezelf. ADD merk ik dat ik aangaan van nieuwe contacten en vriendschap veel energie en moeite kost. Als ik het eenmaal heb. Kost ook moeite onderhouden. Ja, ik heb ook ooit in mijn behandeling geleerd. Ja, zo heel veel vrienden hoef je misschien niet eens te hebben. Maar misschien als je er twee kan onderhouden, dan is dat al heel, heel belangrijk. En ik hoop ook. Ik heb er gelukkig, nou niet gelukkig, ik heb er meer. Maar dat maakt het soms ook ingewikkelder. Maar mijn vrienden begrijpen wel wie ik ben. Zo. Maar ik ben nog steeds wel benieuwd waar jullie allemaal je uitlaatklep in hebben. Dus als dat aan de zijkant gezet kan worden, vind ik leuk om te lezen zelf. Ja, ik kan het zeggen. Dat is hartstikke leuk om te lezen. En waar je eigen stem of je eigen visie eigenlijk wel helemaal tot z'n recht komt. Waar het soms door als je in gesprek gaat met mensen misschien soms beschadigd raakt. Daar, als mensen er iets van vinden. Maar dat is het fijn van het boek. Praat niet terug als je het opschrijft. Ja. Nee, nou, die innerlijke stem natuurlijk weer wel. Hè? Dus... daar heb je misschien zelfs het boek niet voor nodig om de kritiek te horen. Ja. Een mooie vraag wel, heb je juist graag ADHD-vrienden of juist vrienden zonder ADHD? Beide. Want het is gewoon, daar hoef ik geen uitleg en hoef ik me niet te verantwoorden. En die kunnen aan één blik hebben genoeg of hoe ik me voel of dat ik even moet bijslapen voordat we in gesprek gaan. En die andere vrienden hebben het soms nodig. Ja, omdat ze gewoon het gesprek en hoe zij dingen ervaren. En hoe zij dan soms, als ik de wereld niet meer helemaal recht kan zien of hoe die hoort te zijn. Dan helpen ze me even om alles weer op de rit te krijgen. Of om even een soort van rust te brengen in mijn hoofd. Maar dat kunnen mijn ADHD-vrienden juist ook. Dus het is beide. Nou, ik zit mezelf af te vragen. Ik kies eigenlijk mijn vrienden niet op ADHD of niet ADHD. Ja, ik trek ze toevallig aan. Dus het... Nou, dat ben ik wel met je eens. Hè. Je is energie die aantrekt, hè? Ja. Katja zegt, ook schrijven voor mij, al jaren op mijn eigen blog. Ja, schrijven is denk ik ook een hele mooie uitlaatklep. Iemand anders zegt ook, ADHD's trekken elkaar aan. Twee van mijn drie vrienden blijken ook ADHD te hebben. Ja, zo werkt het. Nou, ik zal je zeggen, mijn hele gezin heeft ADHD.
We zijn met ons vieren. Mijn man is de enige zonder diagnose, maar die heeft het ook wel. En onze beide jongens ook. Dus we weten niet beter, zeg maar. Ja, precies. Ja. Nou, Petra zegt heel mooi, ik ben nu zover dat ik blij ben met mezelf. En dat kritische stemmetje steeds rustiger wordt door mindfulness en bewust werken en zelfliefde en compassie. Ja, daar ben ik ook heel erg mee bezig. Maar soms vind ik dat ook eenzaam. Dus het klinkt zo gek, want het is het beste wat je jezelf kunt gunnen. Zelfliefde en compassie en alles. En ook dat kritische stemmetje inderdaad. Hè, hoe kun je dat nou, met routines en wat ik dan doe in mijn routine is proberen een voorsprong te pakken op mijn dag. Omdat ik dan sterker ben op dat moment dan een stemmetje dat zegt blijf liggen, doe het niet. Dus dan bewijs ik aan mezelf hè, dat zelfliefde en meditatie probeer ik ook echt. En het gaat me ook steeds beter af, want daardoor kom ik dichter bij mezelf. En dat ik heb heel lang ook gepeild bij anderen. Dat doe ik nog steeds soms van hele belangrijke discussies. Dan ga ik peilen bij anderen en dan ga ik op dat oordeel af. Terwijl ik moet, met dat, hè, dat is met dat zelfdiscipline en zelfliefde en meditatie, dat je wel teruggaat naar die interne voice. Wat vind je zelf? Ja. Oké, en zullen we weer teruggaan even naar jouw vragen die jij hebt? Voor de comments, want we vinden het wel heel leuk. Hè? Dus af en toe gewoon de comments sectie erbij pakken. Ja, nou precies. Dus we doen dit is waarom we in gesprek zijn met elkaar, denk ik ook. Ja, waarbij het ook interessant is dat twee ADHD'ers er een geheel eigen versie van kunnen maken natuurlijk. Ja, precies, dat kan ook allemaal. Ja, ja hè? Ja. Hey, dan, ik wil eigenlijk langs de... Want ik hoor je zoveel dingen zeggen die ik denk die ik echt van belang vind. Dus ik wil even langs de diagnose heen en wat ADHD nou is. Hè? Ik bedoel, dat wordt prachtig in je boek uitgelegd. Maar ja, je hebt ook heel slim gekozen om dat iemand anders te laten doen. Nou, dat valt me op. Hè? In heel veel dingen, iemand vroeg te net, hoe hou je dat vol? En daarmee kom ik meteen uit op de ochtendroutine. Ja, dat is dus, nou ja, dat is echt mijn, ja, hoe zeg je dat? Dat is eigenlijk mijn beste medicijn op dit moment. Het is iets waarin, als ik dat doe, dan voel ik me, hoe stom ik het ook vind dat die wekker gaat. En die wekker ligt op de gang of staat via een Google Home in de woonkamer. Dus ik moet eruit, ik moet tegen dat ding schreeuwen. Annuleer alarm. Maar op het moment dat ik er eenmaal sta, dan vind ik dat... Ja, dat geeft me al een voorsprong. En dat heb ik zo hard nodig. En dat sporten ook. Ik heb het laatst een week lang overgeslagen. En toen dacht ik, wat gaat hier nou mis? En waarom ben ik nou zo kort af? Ik weet. Ik heb dat soort dingen toch echt allemaal nodig. En ook echt als bewijs. Ik zet een kruisje op mijn kalender. Ik schrijf een korte tekst bij van de dag ervoor. Of die dag, hoe die begint. Dan allemaal om aan mezelf de allerslechtste dagen te bewijzen dat ik wel iets voor elkaar heb weten te boksen. Namelijk dat ik ben mee sporten, dat ik ben mee ontbijten. Want als mijn collega's soms meekijken met de to-do-lijst, staat er ook bij altijd ontbijten, sporten. Dan staat er elke dag weer. En ze zegt, waarom schrijf je dat nou op? Ik denk, ja, omdat voor jou is de normale zaak van de wereld. Maar voor mij is dat soms moeilijk. Want ja, soms denk ik ook bij, als mijn hoofd wakker wordt, ik heb er geen zin in. Dat is ook een van de redenen waarom ik een vaste baan heb. Is ik moet er soms doorheen. Want het is alleen maar het is een denkdiarree waar ik heel graag naar luister. Maar die me soms ook compleet lam legt. Dus die ochtendroutine is eigenlijk zo belangrijk. Dat ik eigenlijk... Ik vind het ook lastig als ik aan daten ben of ik in een relatie ben om die ochtendroutine vol te houden. Want dan is het nog lekkerder om te blijven liggen. En het is ook soms beschamend dat ik dan een workout aan doe met iemands... drie keer slapen in iemands woonkamer. Dat hij ook denkt, waarom sta je om 6 uur op? Of half 7? Maar ik heb dat zo nodig of zo. En ik kom er ook steeds meer achter dat ik daarom... mijn eigen plek misschien gewoon altijd moet behouden. Welke relatie ik ook aanga. Omdat ik dan toch even terug kan keren naar die plek waar er even geen mensen tussen mij en mijn gedachten inkomen. Maar ik echt even... Oké, ik moet dit gewoon even doen. En dan, ja, het voelt gewoon goed. Ja, mooi zoals je dat omschrijft. En ik denk ook dat daar wel een echt geheim in zit. Hè? Het geheim om ook andere dingen vol te kunnen houden. Ja, en wat ik fijn vind... Kijk, ik sta wel vaak op, moet ik even voor mezelf spreken, met best wel veel gedachten al. Maar doordat ik even weet wat ik wel moet doen in die dag, zijn die gedachten ook even iets meer naar de achtergrond. Dat vind ik fijn. Maar aan de andere kant vind ik het ook fijn in de ochtend dat er niks tussen mij en mijn gedachten inkomt. Bijvoorbeeld een e-mail of een collega die het gewoon wil. Dus ik neem liever de tijd en pak die tijd. En nou, ik heb wel geprobeerd de afgelopen tijd om er ook weer een extra half uur aan te pakken. Dus anderhalf uur ochtendroutine te doen. En daar gaat het dus mis. Want nu heb ik precies net eraan geslapen, een half uur. Maar ik wil doorzetten omdat er een nieuw boek moet komen van drugsdealer. Maar ik heb nergens de tijd op dit moment om het te schrijven. Dus het enige wat ik dacht is, als ik nou een half uur eerder opsta, dan lukt het me wel. Maar dan moet ik ook eerder naar bed. En dat doe ik niet. Dus toen ging ik mijn hele ochtendregime, wat eigenlijk al best wel een heel goed ritueel is, in de war kloppen. Ja, dat is gewoon niet iets wat je moet doen. Ja, of... En iemand vraagt, ja, sluit ik mijn dag ook af met een bepaalde ochtendroutine. Ik heb zo'n hekel nog steeds aan tanden poetsen en vooral tanden stokeren. Ik doe het.
Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld mijn make-up afhaal en denk altijd, oh, ik word later oud en ik... misschien wel vol rimpels omdat ik dat niet doe. Maar dan denk ik, dat kan dat 's ochtends vroeg wel weer. En ik heb als avondroutine wel tegenwoordig, ik heb een, voor het eerst in mijn leven verzwaringsdeken aan, ben ik aan het uittesten. En ik moet eerlijk zeggen dat me dat veel, veel rust geeft. Nou, oh, fijn. Alleen ik heb wel sinds kort, oh nee, sinds een paar maanden een buurman die nou ja, wat veel overlast veroorzaakt. En dat maakt dat ik wel minder lekker slaap. Dus ja, routine niet echt. Nee, ik ga gewoon, mijn avondroutine is die wekker zetten om 10 uur 's ochtends of 10 uur 's avonds probeer ik naar bed te gaan. Want die tijd tussen 10 uur en 12 uur die ik voorheen opbleef, verloren tijd waardoor ik alleen maar moe was. Dus ik dacht dat ik nou gewoon ga, ja nee, ik ga lezen. Ik vergeet helemaal te zeggen, ik zit hier in de slaapkamer en als je naar mijn bed kijkt, ligt het altijd vol met boeken. Ik hou, lezen brengt mijn gedachtenstorm tot een beetje tot bedaren. En die telefoon mag absoluut niet in mijn buurt zijn. Want dat is echt killing voor mijn slaap. Ja. Die leg ik echt weg. Nou, wat ik zo tof vind, is dat je heel goed weet wat voor je werkt. En dat je ook wel weet wat niet voor je werkt. Ja. En volgens mij is dat ook iets wat als ik jouw boek lees, dat ik daar heel actief van denk. Oh, maar wat werkt voor mij? Dus dat ik heel erg... mijn lijstje naast jouw lijstje gaan houden en denken, wat kan ik van je overnemen of gebruiken? Ja, of wat kan ik absoluut niet gebruiken, dat kan ook gaan. Ook, dat ben ik ook met je eens. Ik ben ook niet zo goed 's ochtends en ik weet eigenlijk dat ik een ochtendroutine moet doen, maar die helpt niet. Die hou ik gewoon niet vol. Maar jij doet wel iets anders wat volgens mij ook heel slim is. En dat is namelijk gewoon heel hard roeptoeteren wat je gaat doen. Sorry, heel hard? Roeptoeteren, sorry, dat is niet zo. Maar door het uit te spreken verbind je er ook aan, klopt dat? Ja. Commitment. Ik zoek eigenlijk in de volgers of de lezers soort van soms ook wel stok achter deur eigenlijk. Want ik denk als je het uitspreekt, dan maak je er mensen deelgenoot van en dan kunnen mensen je eraan houden. En ik ga op een gegeven moment inderdaad net zoals met een boek schrijven of welk idee ik ook heb. Soms blijft het veel te lang in mijn hoofd, maar ik kan het niet altijd in mijn eentje dus realiseren. Dus door het maar hard genoeg te maken en eigenlijk met zoveel mogelijk mensen op papier te zetten. Die dat wel kunnen bewijzen van. Dat helpt wel. Ja. Want anders, dat moet voor iedereen denk ik herkenbaar zijn die ADD of ADD heeft. Is, we hebben zoveel ideeën. Zoveel goede ideeën. Dat is niet normaal wat wij aan business ideeën en geld zijn misgelopen. Al die ideeën die we niet hebben gebruikt. Maar af en toe gaat er een idee in je zijn wat je gewoon niet kan laten gaan. Maar wat je misschien niet denkt dat je zelf kan uitvoeren. Dus dan heb je gewoon andere mensen nodig. Of andere mensen. Of mensen die in je geloven en die toejuichen wat je gaat doen. Dus het is handig om het dan wel uit te spreken. Ja, dat kan ik me dat lijkt me ook iets wat in je werk helpt. Klopt dat? Ja, daar is gewoon een heel team. Daar komen dag en nacht ideeën uit mijn mond. Mm-hmm. Dat is bijna een bureautje. Ik werk bij, even voor de mensen om beeld te schetsen, ik werk 36 uur bij een uitzendbureau. En daar ben ik gewoon van zien. En daar ben ik degene die ideeën bedenkt. Niet altijd alles afmaakt. Daar heb ik andere mensen voor. En niet om ze te beledigen, want ik heb ze heel hard nodig. En zij hebben mij heel hard nodig voor mijn creativiteit. Dus daar is hetzelfde verhaal. Ik roep daar een idee. En dan zeggen ze nee of ja. En dan gaan we het samen proberen te realiseren. Ja. Het lijkt me best pittig. Want je werkt 36 uur, zeg je? Ja, ik werk 36 uur vast. En ik werk soms onder werktijd en soms niet. Ook nog wel een beetje. Of in de avonduren, zoals dit is eigenlijk. Nou, het is niet werk, maar goed. En ik geef les op middelbare scholen en in verslavingsklinieken. Of jongeren met gedragsproblemen zitten daar vooral. Dat doe ik ook nog naast. En ik probeer te schrijven. Ik merk dat het nu een beetje veel is deze maanden. Ja, het sluit het ander wel uit, maar ik probeer het. Maar het is niet altijd even goed. Ja. Hey, en gewoon even heel praktisch. Hè? Als je werkt, hoe doe je dat dan met je dutjes? Ik zet 3 stoelen op een rij in de golfkamer. Dan heb je een slaapbank. Of dan heb je, ja, als je 3 stoelen in een rijtje zet. Of je ze nou, ja, dan heb je een... En die golfkamer kan op slot, maar mijn werk weet dit wel. Dus ik hoef het niet eens in het geheim te doen. Maar ja, je moet wel ergens even zitten waar niet... Ja, waar niet iedereen zo binnen kan hupsen. Ja, en wat ik vind het ook nog grappig. Want ik zie wel in de comments een vraag bij komen. Als het dan over banen gaat. Maar als er ook werk wat niet bij je paste. Oh, absoluut. Ik heb een aantal... ik denk 2 jaar geleden dus bij een heel leuk sportmarketingbureau gewerkt. Maar dat was een soort van open speelveld. Net als Nike was, waar ik ook heb gewerkt. Eigenlijk gewoon niks gedaan. Ik krijg niks gedaan, behalve dat ik met mensen lul. En doordat ik met die mensen lul, weet ik heel goed wat er in hun leven speelt. En kan ik daarop inspelen.
Maar mijn werk moest ik vaak nog 's avonds laat doen. En daar was daar niks op tegen. Maar ja, dat ging gewoon uiteindelijk niet. En ik dwing mezelf echt om naar werk te gaan. Ik denk dat een van de grootste overwinningen die ik dagelijks heb, maar ik denk dat mijn collega's het niet eens weten, is show up. Sta er gewoon. Als je de meeste rot hebt, sta daar. Want zij gaan je verder. En ook al wordt die dag misschien nog rot, gewoon omdat je juist heel veel dingen moet doen die je niet wil doen. Maar show up. Weet je, dat is ook weer een bewijs aan mezelf. Ik ben wel gegaan. Ik sta daar. Is het dan soms luisteren naar je interne voice? Nee, niet helemaal, maar sowieso een vaste baan. Ja, ik heb er wel bewust voor gekozen om die te hebben, om door die gedachtenstorm heen te breken af en toe die ik heb. Omdat dat die denkdiarree als ik in mijn eentje werk, want ik heb natuurlijk ook 8 jaar als ZZP'er gewerkt, weliswaar mijn zaakpartner, maar toch vaak alleen. Ik werd daar toch wat ongelukkiger van. Ik streef er heel. Ik zou dolgraag willen dat ik weer fulltime misschien ook wel zou kunnen ondernemen. Maar aan de andere kant, nee. Ben zo blij met mijn collega's. Dus de hele combinatie die ik nu heb, vind ik normaliter heel fijn. Alleen op deze maanden met een boek erbij schrijven is het wel veel. Nou, dat lijkt me ook. Hoe was het dan in coronatijd? Want ik bedoel, ik. Ja, afwisselend. Ik mocht vrij gauw weer naar werk. En het mooiste aan corona vond ik, mijn 3 directieleden gingen vrij snel weer aan het werk. Ook, maar toch, ja, ik kwam ook wel tegen het plafond aan, maar vond het ook wel even fijn. En met het boek kwam het goed uit toen de tijd, maar dat was nog niet af. En ik liep achter, dus toen had ik daar wel meer tijd voor nadat alle kasten uitgemest waren. Maar in coronatijd vond ik het ook wel mooi dat alle regels weg waren gevallen, die er normaal waren. En dat er creativiteit en oplossingen nodig waren. En die kon ik bieden met mijn creativiteit. Dus in één keer dacht ik, yes, geen regels. Ik heb vrij spel, maar ook kaders. Maar nu kan ik laten zien wat andere soorten regels zouden kunnen zijn. Dus je floreert ook wel heel goed op situaties. Ja, dus je floreert goed op situaties die eigenlijk onbekend zijn. Ja. En waar je dus eigenlijk je creativiteit kunt gaan aansporen, omdat niemand nog ooit eerder in coronatijd heeft gewerkt. Hey, precies. En voor mij was het bijna alsof ik bijna een IKEA-moment, waarbij ik opnieuw mag beginnen en denk, ja, leuk, dit kan ik wel opnieuw beginnen. Daar ben ik goed in geworden, weet je wel. Hier ligt mijn specialiteit. Heel snel adopteren dat iets compleet misgegaan of anders is. En dat je denkt, nou, wacht, dit hier is mijn specialisatie. Dat dacht ik ook alweer. Ja. Ja. En hoe vond je het dan om dat de wereld langzamer ging draaien? Tenminste, zo voelde het voor mij, alsof de sociale contacten vertraagden. Je had minder buitenshuis afspraken. Hoe was dat voor jou? Ja, met vlagen. De ene keer dacht ik, Jezus, ik kom mezelf intens hard tegen. De andere keer dacht ik, nou, eigenlijk ook wel lekker. Maar in die end, ja, kijk, ik ben altijd al een beetje, misschien, dat is misschien ook mijn voordeel hier, van de kleine dingen die nooit echt geld kosten geweest. Dat geloven jullie misschien niet met mijn gelduitgeefpatroon. Maar ik geniet het nog steeds het meest van in de buitenlucht zijn. Ik vond het ontzettend prettig dat de horeca ook nu weer om 12 uur staat. Ik vond de avondklok de meeste duidelijkheid ooit in mijn leven geven. Dat mensen dat ook zeggen, nu moet jij weg. Dat ik dat niet mezelf moet zeggen. Dat ik dacht, ik ga, nee, ik moet. De avondklok is er. Het bracht ook wel weer, ja, het bracht heel veel structuur in mijn dag. Ik mis die avondklok. En als straks die 12 uur curve er weer afgaat, wat ik wel begrijp, want ik bedoel, dat hoort niet. Ga ik die denk ik ook mis. Ik vond het wel fijn om vroeg te pieken. Genoeg tijd om daarna te slapen. Ja. En hier zegt iemand nog, hè, over, nog even over die vaste. Ja, kan ik half-half doen, dus half ZZP, half baan. Ja, in feite kan dat. Ja, het zou goed kunnen. Misschien is dat ook iets wat ik in de toekomst wel ga doen. En in die ZZP-tijd, ja, ik miste wel collega's, maar ik had wel elke dag gewoon mensen om me heen hoor. Maar ja, ik ben wel blij met een vast team, vaste mensen waar ik weet wat ik van hen kan verwachten en zij van mij. Dus dat is ook wel belangrijk. Ja, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is dat wat je nu doet is op dit moment voelt dat hartstikke fijn voor je. Ja, weliswaar dat ik niet had gemoeten dat ik een boek tussendoor nog ga schrijven. Dus daarom heb ik even de rem in getrapt en even ga ik me dus 4 weken daar even op toeleggen. Niet dat er dan gelijk een volledig boek uitkomt, maar je hebt wel ergens een hele goede start nodig om Ja. echt te denken, nu zit ik in de flow. Dat geloof ik wel, want die Maar flow. dat is ook belangrijk, want ik moest daarin open zijn richting mijn werkgever en Ja. managers. En dat vond ik heel moeilijk, want ik dacht, ik doe ze zoiets aan, ik ga in de drukste tijd van het jaar, zeg ik in één keer, jongens, ik sta eigenlijk even op instorten, want het is te veel. Maar ik kies ervoor om die baan nu even, waar jullie het allerdrukste hebben, om te zeggen, ik kies even voor mezelf. Want ik heb er, nou, laat ik heel even zeggen, hartkloppingen van, omdat het gewoon zo ontzettend veel is wat ik op dit moment moet doen. Heb ik zelf gedaan, hè? Laat ik dat ook even opzetten. Heb me heel lang schuldig daar ook weer over gevoeld. Maar ik dacht wel gewoon, ja, ik moet wel nu voor mezelf kiezen. Ja, dan heb ik wel geluisterd naar mijn voice. En ik dacht, wat wil ik nou van al die banen die ik doe, het allerliefst doen? Dacht ik, schrijven. Ik wil even schrijven. Ik merk dat er een. Dat het verhaal nog uit moet, dat nieuwe verhaal, of tenminste dat er nog gevolg is aan drugs, omdat mensen daar behoefte aan hebben die het hebben gelezen. Ja. Ja.
Ik ben wel benieuwd wat waar je in het drugsdealer zei, hè, dat die ging Ja. heten. Wat is het vervolg voor jou dan? Ja, dat is wel leuk. Iedereen wil een werkboek, maar ik wil geen werkboek. Ik wil gewoon. Kijk, dat is mooi van ADD, jongens. Wij zouden over elk onderwerp een boek kunnen schrijven. Als ik een heel hoofdstuk moet schrijven over een appel, dan ga ik het waarschijnlijk hebben over mijn Apple-laptop. En over hoe die mijn leven makkelijker maakt. En ik was gewoon nog niet uitgeschreven, want ja, ik miste gewoon nog dingen. Er zijn bewust dingen uit drugs weggelaten, omdat ik dat zelf te moeilijk vond of te ingewikkeld op dat moment. Waarvan ik toch achteraf zie in de comments of in de reviews dat mensen dat toch graag hadden willen lezen. Dus ik dacht ook, ik ga een toegift doen. Dus ik denk dat het is gewoon eigenlijk een verlengstuk. Het is ook niet per se dat je er iets nieuws uit gaat leren. Ik geef gewoon nog één keer. Nou, nog één keer, ja, denk ik wel. Ja, ik vind dat er nog bepaalde hoofdstukken ontbreken. Dus als vriendschap, studeren met ADHD of iets volbrengen met ADHD. Maar ook het regelen van levenszaken, zoals een huis. Of dat het eigenlijk best ingewikkeld is als er zoveel dingen op je afkomen. En ik gebruik daar wat metaforen dan voor. Ja, dat is eigenlijk wel wat ik wil doen. En wat ik heel graag wil zeggen is. Ik denk, en dat is misschien wel niet eens zozeer voor de ADHD'ers of ADHD'ers zelf. Is die situatie mensen die wij in één keer blijken te kennen of waar we in zijn geweest. Waar niemand anders in had kunnen komen en die soms zo vervelend zijn, maar ook soms zo te gek. Dat wil ik zo graag als het dan als handleiding wordt doorgegeven, wat bij veel mensen is gebeurd. Dat mensen dan ook lezen, dus bijvoorbeeld mijn vrienden of familie, dat ze denken: ja, het is wel zo, die Francine komt echt in rare, mooie momenten terecht. Maar ze doet het altijd op haar eigen manier. En ik hoop dat meer mensen denken: ja, mijn ADHD-vriend, vriendin, moeder, vader of kind is eigenlijk ook helemaal te gek als zij in die situatie, of hij of zij in die situatie wordt gezet. En het had nooit iemand anders kunnen zijn die bijvoorbeeld Prinses Maxima zomaar in één keer voor de neus had gekregen. Gewoon om wie die was. Ja, dat is denk ik ook zo. En ik denk ik merk ook dat jouw boek bijvoorbeeld heel goed helpt als handleiding voor mijn vrienden bijvoorbeeld. Die snappen wat van mij beter omdat ze het boek gelezen hebben. Dus ik denk dat dat ook best op die manier wel gebruikt wordt. Weet je dat? Wat voor reacties heb je teruggekregen? Ja, de handleiding heb ik vooral teruggekregen. Dat mensen het echt als handleiding. En dat was helemaal nooit mijn bedoeling om een handleiding te schrijven. Kijk, en dus ook nog. Ik heb mijn manier van mijn ADD verteld. En iedereen's ADD is anders. Dat maakt het ook. Ik kon niet een boek schrijven voor een ander. Ik kon alleen een boek schrijven hoe ik het zelf doe. En daarin de hoop vinden dat iemand dat zou herkennen. En dat blijkt dus massaal zo te zijn. En ik denk dat dit. Ja, ja, en de reacties zijn over het algemeen gewoon. Dat mensen misschien wel even moesten lachen en huilen. En ik luister zelf op dit moment ook wat podcasts waar ik in lachen moet huilen. En denk ik, dan is mijn doel wel bereikt. En het moet je even aan denken zetten. En ik vond het wel belangrijk. Ik denk dat de leukste reactie is misschien wel, ik kan niet lezen. Maar door jou kan ik in één keer in 5 jaar tijd, ben je het eerste boek wat ik heb gelezen. Ja, je leest het in 4 uur uit. Dat is de grootste belediging voor een schrijver die er een half jaar aan heeft gewerkt. Maar het is ook wel lekker of zo. Dat mensen. Nou, dat is ook een bewijs. Dat je wel. Want je kunt wel lezen. Dat is eigenlijk in alles wat ik zeg. Je kunt het wel. Als jij wilt, als jij het wilt. En dat. Heel vaak willen we iets misschien niet of denken we dat we iets niet kunnen omdat iemand ons dat verteld heeft. Maar soms hebben we of meer tijd nodig of minder, maar komen we er ook wel. Ja, wat ik ook bijzonder vond om te lezen is je www, hè? Wat werkt wel? Ja, die is van Katelijne. Ja, Dus, precies. dat is dus van de expert die ook mee heeft geschreven. Ja, want wij zijn zo gewend om te kijken naar wat niet werkt. En daar zijn we ook specialisten in. Ja, nee, dat kan ik niet. Ja, dat doe ik niet. Nee, dat voel ik niet. Of nee, je krijgt er van alles van, ook van binnen qua reactie. Maar ik moet ook. Ooit toen ik naar een baan ging zoeken, zei ze: ja, maar jij moet ook een planning maken. Jij moet ook die e-mail inbox doen. En dacht ik: ja, maar waarom laat je me iets doen waar ik niet goed in word en waar ik ook de energie niet van krijg? En toen ik in deze baan terecht kwam, liet ze me ook eerst iets doen in procesmatigheid. Dacht ik echt: ja. Toen heb ik uiteindelijk na een maand gewoon gezegd: sorry, ik ga weg als dat het is, want ik krijg daar geen energie van. Je moet mij echt zetten op de dingen waar ik goed in ben en dan kan ik daar nog beter in worden. Maar je moet niet op dingen gaan zetten. Ja, ik kan het wel, soms moet je er ook doorheen, dingen die niet leuk zijn. Maar over het algemeen, we moeten het voor langere tijd volhouden. Dus ga alsjeblieft iets doen wat voor je werkt, waarvan jij weet dat je het kunt. En ik denk nu dat mensen denken, maar ik kan helemaal niks. Jawel, jawel, jawel. En dan denk ik altijd weer, denk eens terug aan wat je als kind het liefste deed, wat je misschien wilde worden. En dat is niet zo makkelijk, maar aan de andere kant denk ik, ja, wat ik toen als kind het liefste wilde was. Verhalen als reporter te werk gaan, ja, nu, dat doe ik nu nog steeds. En Ja. verhalen delen en dingen, interactie met mensen aangaan, vind ik leuk. Mensen echt verder helpen, vind ik leuk. En op het moment dat die energie er niet is. En ik snap ook, ik heb ook wel eens werk gehad of dingen waarvan ik heel veel geld verdiende, maar dat ik dacht, ja, gelukkig word ik er niet van. Ik verdien bij deze baan absoluut niet het meeste geld dat ik ooit verdiende in een baan. Maar ik ben wel het allermeest mezelf en daar voel ik me veilig in.
Ja, het is best een belangrijk woord, hè? Veilig. Dat je je veilig voelt Maar je dan niet veilig gevoeld in bepaalde werksituaties of ja, in situaties met onbekenden is dat je ja, jezelf zijn is misschien wel het moeilijkste wat is. Of ik heb ook wel eens geprobeerd om heel rustig, echt heel rustig te blijven in een situatie. En veel rustig om gewoon dagenlang, maar ook te doen alsof ik de meest normale mens op aarde was. Maar dat ik alleen maar dacht, oh nee, oh wat is dit vreselijk. En veiligheid, ja, ik denk dat veiligheid een van de belangrijkste dingen is. Die geven misschien familie en vrienden over het algemeen, maar dat heb je ook op je werk nodig. De veiligheid om jezelf te zijn. En er zullen altijd mensen zijn, en er zullen genoeg mensen in de werksituatie zitten waar het niet kan. En weggaan is dan makkelijk om te zeggen, dat is ook niet altijd aan de orde. Maar het mooie van deze tijd is wel dat er steeds meer aandacht is dat het ook anders kan en waarom je andersdenkende ook juist nodig hebt. En dat ze dan misschien niet het normale stramien ja, bewandelen is ook oké. Ja, en dat je elkaar nodig hebt, hè, om iets te bereiken. Ja. Of je kunt altijd nog een IKEA-moment pakken, toch? Och ja. Ja, maar IKEA-moment, soms hoop ik ook gewoon dat het gebeuren, want dan kan ik opnieuw beginnen. Kan ik mijn koffertje pakken en dan denk ik, rot, dat kan maar op, het is goed zo. Je moet het misschien even uitleggen voor de mensen die het boek niet kennen. Wat is een IKEA-moment? Ja, een IKEA-moment is dat je op een stoel zit, zoals ik nu ook zit, met vier poten. En dan zit daar een van die poten, die symboliseert een relatie. De andere een vriendschap, weer een ander je baan. En weer een ander misschien je gezin. En ergens verlies ik de grip. In één keer, dan ben ik door alle stress of komt het niet meer samen. Dan gaat in één keer raak ik mijn relatie kwijt, mijn baan. Nou, ik heb geen gezin, maar. Gaat alles in één week down the drain. En dan denk ik, en ik had al lang, ik voel het aankomen. Ik voel het wegglijden, maar ik grijp niet in. Het stort een beetje als een heel langzaam kaartenhuis, en dat is raar, een kaartenhuis, stort me nou heel hard in, maar het stort in. En ik sta erbij en kijk naar, en ik denk op een gegeven moment ook, nou ja, eigenlijk ook wel lekker dat nu al die verantwoordelijkheid van me af is gevallen. Ik ga maar naar de IKEA en ik bouw het leven opnieuw op vanuit de plastic bak. Omdat ik eigenlijk toen dat elke keer gebeurde, elke keer een soort van zo'n moment zat dat ik een nieuw huis had of in een huis woonde, maar wel weer een nieuwe woonsituatie moest. Of dat mijn relatie over was, omdat mijn werk voorbij was, omdat de studie af was, dat je van kamers, maar dan kwam ik op een IKEA-moment terecht. Maar aan de andere kant, door dat IKEA-moment wat ik bijna elke 4 jaar heb, ben ik ook goed in geworden dat nu opnieuw opstart. Alleen vandaag de dag probeer ik niet meer, ik stond erbij en kijken naar, ik laat het echt uit mijn handen glijden. Want er is nog wel degelijk zijn de momenten om in te grijpen. Maar soms heb ik niet meer de energie om ook nog maar moeite in te steken om het te continueren. Want dat is misschien wat allermoeilijkste in ons leven, om het maar sec op die manier vol te houden. Want het is en misschien soms saai of soms werkt het niet. Ja. Maar in dat opnieuw starten vind ik mezelf dan soms ook alweer. Alleen het is niet altijd the way to go. En ook niet altijd even verantwoordelijk richting de mensen om je heen. Soms moet je juist wel vasthouden en beseffen dat je het ook kan. En dat je helemaal niet elke 4 jaar op een IKEA-moment hoeft af te stevenen. Maar dat is mijn gevoel soms zo. Helpt het dan ook om ouder te worden? Wat denk je? Ik vond het als kind makkelijker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Ik vind het ouder worden wel echt ontzettend veel verantwoordelijkheden om af te komen. Maar ik soms gewoon niet zo blij mee ben. Maar aan de andere kant, kijk, ooit een keer volgens mij Mel Robbins is een hele grote TED Talk spreekt. Dus niet Tony Robbins, maar Mel Robbins. Die dan zegt, vroeger had je je ouders die zeiden, je moet nu opstaan, je moet nu dit doen. Maar nu, er is niemand die zegt, jij moet opstaan, jij moet een boek schrijven. Dat moet allemaal wel uit jezelf gaan komen. En dat vind ik ook soms ja, de grootste uitdaging, dat ik mezelf daar wel in moet vinden en aanspreken. Maar dat komt wel vanuit een hele diepe drive bijvoorbeeld, dat boek willen schrijven weer. Ja. En die zie je die drive op meerdere vlakken in je leven terugkomen? Ik heb een drive om een relatie te vinden, maar dat lukt niet helemaal. Maar dat kun je natuurlijk niet helemaal forceren. Maar nou ja, die drives zijn soms van korte duur. Maar als ze van lange duur zijn, zit al heel lang in mijn hoofd. Dan op een gegeven moment moet ik er iets mee. Oké. Ja, Ja. dat is ook volgens mij hoe je boek is ontstaan, de eerste, hè? Lang in je hoofd. En wat ik heel mooi vond om te lezen, is dat het is niet sequentieel geschreven. Dus je hebt er gewoon van alles geschreven en vervolgens bij elkaar gezet, Oh toch? ja, je moet echt zien. Ik heb op een gegeven moment gewoon, ik heb allemaal losse hoofdstukken geschreven. En toen op een gegeven moment zei ze, nou, maak er maar een volgorde van. Dacht, nou, volgorde, ik moet eerst puzzels vinden. Dus ik moet eerst een soort van concept hebben wat het allemaal weer bij elkaar brengt. Dus dat zijn die dieren uitgekomen. Ja. Ja, en uiteindelijk zijn we maar gewoon een volgorde gaan leggen. Maar er zit geen volgorde. Daarom mag je ook midden in het boek beginnen. En dan ben je er even wel weer. En dan lees je maar één pagina. Hoop ik ook dat je iets aan hebt gehad. Hey, en ik zie ook nog heel even aan de zijkant. Hey, die leuke baan die ik heb ook weer binnenkort zat. Ja, maar dat heeft al meer mee te maken dat ik er misschien een puinhoop van ga maken of zo. Dat is zeg mijn gevoel dan. En dan ga ik snel weg. Maar dat hoeft helemaal niet, ook bij deze baan. Maar ik moet wel zeggen, ik hoef hier voorlopig niet weg, omdat ik ja, zo de ruimte krijg. Maar was wel afgelopen tijd weer in staat om te zeggen, nee, ik heb mijn ding gedaan, mijn trucje, dat is nu voorbij. Ik heb alle mensen die ik wilde
waar ik mee wilde werken, maar vind dat jullie ze ook moeten ontmoeten. Daar werken we nu allemaal mee. Dus wat is nu mijn trucje nog? Maar dat is eigenlijk mijn eigen onzekerheid die daarin spreekt. Dus soms ging ik ook uit proactiviteit om onzekerheid weg. Maar dat probeer ik nu niet meer te doen. Ik probeer daar heel open over te zijn. Maar soms ook wel lastig. En iemand vraagt ook... ben je bang dat je aankomende jaren nog veel meer IKEA-momenten gaat krijgen? Of denk je dat je op een gegeven moment de rust hebt gevonden? Ik wil zo graag dat ik de rust vind in dat huisje, boompje, beestverhaal. Maar dat is niet helemaal misschien voor mij weggelegd, dat weet ik niet. Maar het is meer... ik weet niet of ik mijn rust ga vinden. Mijn rust zit... Ik denk dat de afgelopen 2 jaar wel het meest stabiel waren in mijn hele leven. En dat was eigenlijk met mezelf. Hoezeer ik dat ook stom vind, want ik wil liever met iemand zijn. Maar het waren wel de meest stabiele jaren, waar niemand tussen mij en mijn avonturen inkwam. Ik heb wel echt gedaan wat ik zelf wilde. En ik ben ook niet bij mensen gebleven als ik dacht, je gaat het me niet brengen of... Ja, ik denk wel dat die IKEA-momenten soms er zullen zijn. Maar dat ik ze wel beter voel aankomen. Dat ik misschien iets eerder de bel kan leren trekken of doen. Maar ik sluit niet uit, ze zullen er altijd wel zijn. Ja. Maar ik denk dat ook voor normale mensen wel zo is. Dat alleen misschien bij mij wat vaker of bij jullie. Dat weet ik niet. En is rust het hoogst haalbaar? Ik heb een hoofdstuk geschreven over de dood. En ik heb heel lang gedacht, de dood brengt me rust. Dus als ik dood ga, vind ik dat misschien niet zo erg. Maar dat is natuurlijk niet waar. En ik weet niet of ik rust. Eigenlijk wil ik het liefst elke dag iets anders. Maar dat kan nog niet. Want ergens kan dat wel. Dat is iets wat ik zelf kan maken. Maar dat... Ja. Ja, dus het is een ambivalentie. Het is het ene willen, maar het andere ook. Ja. Ja. En daar dan in een grijs gebied raken. Dat is precies niet wat ik moet doen. In een grijs gebied. Want dan doe ik net niks. Ah, ja. Ja. En ik zie ook... Even kijken, iemand vroeg al eerder over je medicatie. Ik denk dat we daar zo ook wel opkomen, want het zit een heel groot deel in het boek. Maar kon ik een boek schrijven omdat ik stabiel was? Ja, denk het wel. Er zijn momenten dat je gewoon wel denkt, nu, ja, dat denk ik wel. En dat was ook, in ten tijde van het boek gebruikte ik geen medicatie. Maar toen ik terugkeerde op de werkvloer, nadat het boek eigenlijk naar die promotietour, ben ik medicatie gaan gebruiken. En ik denk, misschien heb jij daar ook vragen voor mij over, Annemarie. Maar... ik vind het heel moeilijk met medicatie om het niet... Ik heb... Laat ik even zeggen. Ik ben overgevoelig voor medicatie. Dus Ritalin. Wat ik het allerliefst had gebruikt. Omdat het misschien minder impact heeft gehad. Kinderkook, zoals het ook wel eens met een mooi woord noemen. Daar ben ik allergisch voor. En concerten, daar ben ik gewoon vlak van. En nogmaals, voor iedereen anders. Je moet de arts raadplegen. Laten we het ook even vooropstellen. Disclaimer. Ik heb uiteindelijk... heb ik nu elke dag een kwartje Dex... En dat is nu Dentin geworden, maar dat is een soort van speed in een pilletje. En echt een kwartje is 1,25 milligram. Ik heb dat nodig, anders kan ik niet die kantoorbaan doen. En ik heb het ook nodig om de beren van de weg. En het is niet zo dat ik, doordat ik die medicatie slik, dat ik daardoor dingen niet meer wil of kan of helemaal niet. Het helpt me alleen af en toe voor wat meer rust. En misschien is het ook wel een placebo. Dat weet ik ook eigenlijk niet. En ik slik dat de afgelopen jaar in samenwerking, of gewoon met supplementen, maar vooral met gewoon vitamine B12, hè, om die somberheid soms tegen te gaan. Mm-hmm. En met vitamine D. En soms met magnesium. Dat is ook een onderdeel van ochtendroutine, dat medicatie nemen en slikken. En dan voel ik wel net iets meer rust. Maar mensen zeggen wel eens, wat nou als je hele hoge dosering zou doen? Dan zit ik tegen het plafond, kan ik niet meer slapen, heb veel te veel bijwerkingen. Mm-hmm. En ten tweede, voor mij dan, hè, nogmaals, voor iedereen anders. Ik heb wel eens gedacht, als ik nou meer ervan neem, kan ik dan nog hogere mate van productiviteit halen? Mm-hmm. Dat weet ik dus niet. Misschien wel, maar word ik daar gelukkig van? Ik word gelukkig van een beetje productief, maar ook van heel veel fun. En ik weet niet of als ik mezelf helemaal aan de allerhoogste medicatie zou zetten, of ik daar dan uiteindelijk gelukkig van word. Maar ik heb wel gedacht... Iemand die bijvoorbeeld iets mist in zijn lichaam of daar ook medicatie voor moet slikken, moet dat soms ook elke dag. Omdat hij anders niet misschien in leven blijft. En ik dacht, is het dan zo fout om medicatie te slikken? Nee, eigenlijk niet. Maar nogmaals, ook continu battle. Ik denk dat iedereen daar wel iets van kan zeggen. Ook als je dat. Ook daar met dat hoofdstuk moest ik ook heel voorzichtig zijn. Hè? Want je wil helemaal niet dat iemand rare ideeën erbij krijgt. Of denkt, ik kan niet functioneren zonder medicatie. Ik zou willen dat ik zonder medicatie kan functioneren. Dat streef ik echt naar. Maar ik denk wel dat mijn ADHD daar te hevig voor is met die ADD en ADHD. Ja, gebruik je dat ook? Ja, en ik heb geprobeerd alleen op werkdagen medicatie te gebruiken. Maar dan... Ik heb sowieso de afgelopen jaren slikte ik medicatie nooit heel lang achter elkaar. En daardoor werkt het eigenlijk nooit goed in. Dus ik had altijd alleen maar bijwerken. Hè? En deze slik ik voor het eerst nu denk ik een jaar.
heel consistent. En dus ook in de weekenden. Maar als ik naar Kaapstad bijvoorbeeld volgende maand ga, ja, dan denk ik erover na om het even niet te doen. Maar aan de andere kant denk ik, nee, gewoon wel doen. Ja, dus wat ik je hoor zeggen is dat het eigenlijk nog steeds, dat het nog steeds wel een soort worsteling is. Ja, op... zeker een worsteling. En op dat normale niveau functioneren van bijvoorbeeld werk zonder medicatie, had ik denk ik wel echt, weet ik niet of ik had gekund. Probeer met heel veel rust en heel veel momenten voor mezelf te pakken met afsluiten, andere kamers gaan zitten, licht uit te doen op werk. Maar het is vooral de onrust en de stress die ik heb. Als ik medicatie soms niet slik, dan kan ik die onrust niet kwijt. En die stress legt me lam, dus dan kan ik mijn werkzaamheden niet doen. Ja, dat viel me ook op in je boek. Dat je best een van de kernwoorden voor die ik eruit heb gehaald is het woord stress. En hoe het je lam legt, hè? Ja. Ervaar je dat altijd zo? Of is er ook nog een laag van stress waar je juist heel goed op functioneert? Is er... Deadlines. Echt hele strakke deadlines waar iemand heel boos kan worden. Heel boos. Echt mega boos. Mm-hmm. Dan ga ik wel. Of als ik al voorbij de deadline ben, maar iemand is mega boos, dan ga ik ook wel. Deadlines, dat is goede stress. Slechte stress is gewoon... Ja, wat had ik vandaag nog? Ja, ik loop op dit moment gewoon een beetje achter de feiten aan. En dan is het gewoon hele slechte stress. Want dan worden andere mensen dupe van dat je je werk niet af hebt. En dan moeten zij ervoor opdraaien. Moeten zij het last minute oplossen. En dat is allerminst wat ik wil. Dus daar probeer ik ook open over te zijn. Dat het me dan op zulke momenten niet lukt. Maar het is wel vervelend als het achter elkaar gebeurt. Ja. Dus, ik zie ook nog iets. Wacht even hoor. Ik heb laat mijn diagnose gekregen van normaal niveau. Het functioneert maar weinig lerend omgaan met mijn schaamte. Ja. Bewonder jou en andere mensen om me heen. Ja. Oh, ja. Mooi wat Jan Willem zegt hoor. Ja. Ik moet even denk iedereen lezen. Dat ze, hij stelt niet eens zeer een vraag, maar een mooie observatie. Ja. Jan Willem is een van onze ADHD caféhouders. Ah, kijk. Dus die is heel betrokken. En ik ben heel blij dat we hem hebben. Zeg maar. Mijn omschrijft denk ik mooi hoe dat is. Ja. Het fijn dat het is dat je het jong al als diagnose... Nee, dat is niet waar, want jij was ook al... Nee, ik was niet jong, want ik ben ook blij dat ik jong diagnose niet heb. Moet ik ook eerlijk toegeven, omdat... er komt ook een kinderboek. En dat kinderboek daarin... Er is ook in diezelfde reeks ook een autismeboek. En daar is ook een kinderboek van gekomen. En daar wordt dan gezegd... Nou, je wordt best wel gewoon opgelegd dat je, als je dan als kind... Hoe dat dan is voor je. Maar ik dacht, als kind wilde ik helemaal niet anders zijn. En ik wilde het denk ik ook niet weten. Misschien zocht ik wel erkenning, maar... En moest ik wel heel erg zoeken zijn. Maar kijk, om nou in mijn kinderboek te gaan schrijven... Hey, als het huis van je ouders goed is opgeruimd... dan heb jij geen last, dan heb je minder troebel in je hoofd. Vind ik veel belerend. Ik ben in een enorm troephuis opgegroeid. Met meest mega gezellig. En het was inderdaad prettig geweest als het opgeruimd was geweest misschien. Maar het was ook leuk. Ik vond er altijd allerlei spullen waar ik hele fantasierijke dingen mee kon doen. Dus ja, alleen nu ik ouder ben zelf heb ik gewoon... Ik wil zeggen, zo min mogelijk spullen is niet helemaal waar. Ik heb een opslag waar het helemaal vol staat in IKEA-bakken. Dat ik kan zien wat erin zit. Maar ja, maar ik vind het zo wat om tegen een kind te zeggen... Hé, jij bent anders. Ik wil eerder, als het kinderboek er is, dat het gaat over... Dat het zo te gek is dat je een vriend of vriendinnetje hebt met ADHD. En wat die persoon jou kan brengen. En dat er hooguit misschien dingen als Dream Team in terug zullen komen. Maar dat op een veel speelsere wijze. Maar ik wil niet belerend zijn daarin. Ja. Ik denk dat mijn redding ook wel eens geweest dat ik het niet wist. Heel lang. Maar is het ook belerend? Want ik, nou, de reden waarom ik wat op doorvraag is omdat ik ook wel het lees over je zelfbeeld. Hè, waar je keer op keer in je leven ervaren hebt dat je op een negatieve manier anders bent. Dus dat je zelfbeeld daar wel een deuk door heeft opgelopen. En ik vraag me af, als je dus eerder weet wat het is wat je anders maakt, zou dat je dan extra hebben kunnen helpen? Of zou dat zelfbeeld er toch al zijn door alle kleine dingen die iedereen zo tussendoor zegt? Ja, moeilijk te zeggen. Ik, het grappige is, ja, dat zelfbeeld heeft absoluut een deuk opgelopen, maar ik heb ook heel veel lol gehad in mijn eentje soms wel om die inventieve manieren die daardoor zijn ontstaan. Of zo van, als je me afkaakt, zet je me aan. Of als je niet in me gelooft, zet je me misschien soms wel aan. Krijg je een beetje bewijsdrang van. Is het misschien ook niet altijd even goed? Ja, en dat zelfbeeld, ik denk dat dat gewoon iets terugkerend is, omdat ik voel in veel dingen gewoon een afwijzing, automatisch. Terwijl die afwijzing soms helemaal niet is, die voel ik al bij de kapper. Als ik moet zeggen, kan ik afspraak maken? En dan denk ik, oh, hij gaat zeggen nee. Maar ik weet niet waardoor dat komt. Ja, het heeft waarschijnlijk wel te maken met vroeger, met alles onder zo'n vergrootglas lag.
Maar ik probeer dat wel soms, probeer er even bewust bij stil te staan dat het soms meer in mijzelf al zit wat ik denk dat die ander van me vindt, dan dat het in die ander zit. Ja. Ja. Stiekem ook met een half oog even naar de chat te kijken. Ja, ik zit ook even. Framen jouw collega's je niet sneller als je ADD is. Ja, dat is dat frame is dat ze soms van tevoren, maar ik, ja. Ja, ze framen het wel eens. En dat is soms een voordeel, soms mijn nadeel. Soms gebruik ik het. soms hebben ze wel gewoon een punt. Maar ik kan met mijn collega's, omdat we zijn eigenlijk de helft van ons team is ADHD en de andere helft niet. Maar het is daardoor een hele geinige combinatie aan het worden. Steeds meer. En er komen steeds meer ADHD'ers bij. En ja. Weet je, ja, we leren het van elkaar herkennen. Maar we hebben elkaar zo hard nodig. En dat beseffen we ook. Dus het is vooral ook om die reden een heel leuk team. En ik, ja, en dat vroeg, ik zie ook iemand direct blij niet voor vroeg krijgen van een etiket ADD. Aan de ene kant, ja, zou fijn zijn. Maar aan de andere kant, nee, ja, een kind is in ontwikkeling. En ook als tiener ben je nog volop in ontwikkeling. En dat je soms dan de bocht uitvliegt, so be it. Vorig jaar met een meisje spoke van 14 die al veel te vroeg eigenlijk rijp was. En dat die vader zei, ja, waarom laat ik haar niet alleen gewoon naar Parijs gaan? Dan dacht ik, ja, waarom ook niet? Kan helemaal misgaan. Maar daar leert ze ook iets van. Alleen, ja, het blijft wel je kind. Je wil niet dat het iets misgaat met je kind. Maar, ja, precies. Maar ik vond dat ook wel, ja, ook wel bijzonder of zo. Even kijken, ik zie dat nog weer even kijken. Een collega van mij heeft gezegd, ik vind jouw gekheidsvoldaaniteit juist zo leuk aan jou, help mij om die kant van jou te ontwikkelen. Ja, ja, dat zei mijn baas, mijn directeur vandaag toevallig tegen mij. Jij bent juist zo, had die tranen in de ogen staan. Zei hij, ik heb je aangenomen dat je anders bent, dus ik wil niet dat je weggaat omdat je denkt dat je anders bent. Kijk. En toen dacht ik, oh ja, toen moest ik ook bijna huilen. Oh, mooi. Ja, nou, dat is ook... Dat is wel mooi als iemand dat je ook zo kan zeggen en teruggeven. Ja, zeker. En ik zie nu ook, heb je ooit spijt gehad van je diagnose openbaar te gemaakt? Ja. Absoluut. Oh ja, zeker wel. Ik heb het hier over mijn ouders. Mijn ouders denken gewoon dat zeggen ze, je gaat nooit meer iemand vinden als jij dit zo blijft doen. Als je als je van zulke verhalen... Ze zijn heel trots, maar het is ook hun angst dat ik alleen blijf of zo. En dat is ook mijn eigen angst, maar... Ergens denk ik ook, ik vind wel iemand die het wel aanvaardt of zo. Alleen het is gewoon op dit moment dat je wel denkt... Ja, soms wil ik dat het boek er niet is. Oh ja. Ja, soms heb je dat gewoon. Ja, dat geef ik eerlijk toe. Soms is, het ook naar. Dus het werkt ook af en toe. Werkt het voordeel of wat het beeld wat van me is in mijn nadeel. Ja, dat ben ik ook wel van bewust. Volgens mij hoorde ik je in een van je podcasts zeggen... dat het ook wel heel ingewikkeld is soms met daten. Het is mega ingewikkeld met daten. Want... Soms heb ik iemand voor me die het hele boek uit zijn hoofd kent. En dan denk ik, ja, wat valt er nog over te leren? Of juist, als ik bijna klaar ben met die persoon... dan wordt er in één keer een boek gelezen... en dan denken ze me te begrijpen. Ja, zo werkt het niet. Soms denk ik ook... misschien moet ik met iemand uit het buitenland gaan... die buitenlands is en die geen Nederlands kan. Kan ik nog mijn eigen verhaal met die persoon schrijven? Dan, maar ja, maar het levert ook wel jaren tijd op. Nou, wat ik een mooi hoofdstuk vond, maar wat me ook heel confronterend lijkt, is het hoofdstuk rondom je seksualiteit en ADHD. Ja, dat is grappig. Seksualiteit en ADHD. Nou ja, ik heb gewoon gedacht dat ik aseksueel was, omdat het... Ik was niet bij de daad. Ja, ik deed het wel. En het soort van bijna een to-do-listje. Zo, oh, die moet ik ook nog aanstrepen vandaag. Maar daar werd ik niet per se gelukkig van. Ik was gewoon niet helemaal bij met mijn hoofd. Maar ik wist nooit helemaal waarom op dat moment. Zeker als je, als je in de 10 jaren zit. Of van je 15, 18. Ja, vond ik wel vervelend. Was gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter. Dat het gewoon misschien wel deels ook met die ADD te maken heeft. Maar ook deels. Soms als je heel lang met die relatie zit. Is seks ook saai. Als je al weet wat gaat gebeuren. En dat kun je natuurlijk zelf spannend maken. Laat het ook even opstellen. Ja. Ik ben blij dat ik weet dat ik niet aseksueel ben. En ik vind seks ook eigenlijk heel erg leuk. Naast ADD misschien wel een van de leukste onderwerpen. Gewoon. Ik weet niet. En even denk van het jonge leeftijd was ik daar wel mee bezig. Hè. Daar is misschien ook die naaktfoto uit ontstaan. Dat ik daar gewoon een beetje... Dat onderzoeken was samen met een leeftijdsgenoot. En dat we daar experimenteren. En in die veiligheid heb ik dat gedeeld. Ja, het werd alleen onveilig toen hij dat zonder mijn toestemming doordeelde. Maar ik vind seks wel heel leuk. En zeker, want ik ben een gevoelsmens. Ik hou van verbinding. Maar ik merkte wel, wat daar beneden gebeurt, moet wel zijn dat ik een verbinding voel met degene die boven me ligt. Of dat ik onder lig, bewijs van. Het moet wel, ik hou wel van die echte verbintenis. En als die er niet is, dan vind ik seks ook niet zo heel belangrijk. Dan vind ik het ook niet zo leuk. Ik vind het gewoon belangrijk dat je daarin met elkaar open kunt communiceren. En dat kan ik tegenwoordig wel. Dat kon ik vroeger niet. Maar dat heeft misschien ook te maken als je jong bent. Is het ook gewoon moeilijk om te zeggen. En die jongeren van nu hebben gewoon een Netflix die heel goed laat zien dat situaties niet altijd zijn zoals ze zijn. Dat zeg ik ook altijd in mijn lessen die ik geef, hè, seksuele voorlichting. Ja.
En wij moesten het vroeger doen met elkaar experimenteren over een heel stom programma kijken wat niet naar de waarheid was. Ja. Dus ik ben blij dat seks toegankelijker wordt en dat er steeds meer reden beter over kan worden gepraat. Dat maakt het ook makkelijker. En ja, en ik vind het nog steeds stom als iemand me echt veel te lang stil ligt. Dat kan ik ook helemaal niet. Maar dat zeg ik dan ook tegenwoordig gewoon. Door, ja, daar word ik niet heel gelukkig van. Nou, het is best wel... ik las het en ik dacht, wow, jij weet het goed te omschrijven, maar ook uit te leggen hoe dat voor jou werkt. Dus voor mij was dat ook wel, was dat echt wel iets waarvan ik voor mezelf ging nadenken, hoe sta ik dan met mijn seksualiteit erin? Dus en tegelijkertijd moest ik vreselijk lachen om je disclaimer van je ouders die dit hoofdstuk echt, echt, echt niet moesten lezen of het er niet met me over mochten hebben. Ja, nee, ik dacht wel, kijk, nogmaals, ik vind seks ook, daar mag ook best humor in zitten. Ik denk dat wat ik in mijn tijd, de seks die ik online, of die ik op tv zag bewijs van, was een soort van, dat je dacht, oké, oh, dat gaat nooit mis bij die mensen. Oh, die mensen vinden het leuk om elkaars haar te trekken. Nou, kan allemaal als je dat wil. Er zit ook zoveel humor in als seks gewoon op de echte manier is, dat het soms niet goed gaat, dat het soms juist heel goed gaat. En vind ik zo belangrijk om te laten zien. En dat seks voor iedereen ook anders is. En laatst zei iemand, maar ben je dan ingewikkeld om seks? Zei ik, nee, helemaal niet. En toen zei iemand, wel toch, want het licht moet eigenlijk uit. En iemand moet niet te raar ruiken. En dacht, oh ja, naast dat ik heel erg gevoelsgestuurd ben, ook heel zintuigelijk. En dat zijn wel dingen, daar was ik me vroeger niet bewust van. Dat het allemaal dingen zijn die me uit bepaalde gedachten halen of uit de daad halen. Dus als die voorwaarden goed zijn, maar dan ligt bijna alsof je een soort van een gespreid bed terecht wil komen, levert ook weer bijna heel veel identiteit op. Dus ik heb wel eens gehad dat een date zei, ik weet al wat jij wil. Dat ik, ja, oh, je gaat het licht uit, oh, je gaat de playlist opzetten. Ja. Zit ook niet aan. Daar moest ik wel, dat ik inderdaad dacht, met heel veel pech, hè, we hebben het net over, heb je spijt van gehad dat je het bekend hebt gemaakt? Nou, ik kan me wel voorstellen dat zo'n hoofdstuk inderdaad, en als iemand dan zegt, ik heb het hoofdstuk gelezen hoor, dus ik ben gekomen, dat je dan wel denkt, oké, dit wordt geen tweede date, zoiets zeg maar. Ja, dat kan zeker gebeuren. Ja, want het is natuurlijk, ik kan wel de voorwaarden scheppen, maar nog steeds kunnen dingen anders zijn en de bal kan anders gaan. En alleen, seks kan ook zo fijn zijn. Want ik heb seks soms ook nodig, omdat het maakt dopamine aan als het goed gebeurt. Dus zeker in relatie vind ik seks, voorheen vond ik dat niet belangrijk. Ik heb wel echt gewoon in het begin jaren altijd gezegd, nou, kan mijn leven wel zonder seks. Terwijl ik dan wel seks had, maar die vond ik dan een beetje saai. Maar nu denk ik, dit moet echt voor mij wel 50% van de relatie zijn, omdat... Ja, op de dagen dat ik heel scherp of onaardig ben, dan kun je me beter... En ik ben niet zo heel vaak onaardig, maar dan is het wel goed dat zoiets er is. Of dat het kan. Ja, ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Misschien een beetje een... Oké, dit is wel een leuk, want ik wilde overstappen op je dreamteam. Maar ik zie de vraag nog langskomen van Fleur, die zegt... Wat is een goede date voor jou als ADHD in verband met concentreren en zo? Ja, nou, laatste iemand, Francine, wil je niet met je gezicht aan de muur, zodat je minder prikkels meekrijgt? Dacht ik, nee man, ik ben echt wel in die date present. Maar ik vind het ook leuk om te zien wat er om je heen gebeurt. Maar ik registreer het los van elkaar, naast elkaar, ja, prima. Nou, een date is gewoon... Kijk, wij ADHD'ers in ieder geval, ik weet niet of het van ADD'ers, kunnen de tijd wel opvullen met praten. Gooi er een kwartje in en we praten. Maar het is niet altijd, luisteren is ook soms zo belangrijk en ik luister zeker wel. Maar ik vind het zo fijn als iemand goede vragen stelt. Want het zet mezelf ook aan het denken en dan kan ik ook weer even vragen terugstellen of zo. Dus ik vind dat voor een date belangrijk. En toch ook wel dat iemand er gewoon... Ik weet in mijn eerste 30 seconden echt wel of die date leuk genoeg vindt of zo. Mm. Alleen, ik ga wel eens uit aardigheid... Toch op een tweede date, terwijl ik eigenlijk al bij date 1 dacht nee. En dat probeer ik mezelf nu wel echt af te leren. Gewoon, wil ik deze persoon nog een keer zien? Ja of nee? En ja. Ah, oké, want dat het... Ja, we hadden het uit aardigheid. Ja, ik ben een enorme pleaser. Dus onder het aardigheid zeg ik, oh ja, nee, we spreken nog wel een keer af. Terwijl ik ook had kunnen zeggen, aan het eind van de date, vond het leuk, maar je blijft erbij. Maar dat vind ik moeilijk, want ik wil mensen niet kwetsen. Ja. En daardoor kwets je liever jezelf. Ja, precies. En wat ik nog belangrijk vind is... daar gaat een nieuwe boek wel over maat houden. En ik kan met verliefdheid niet altijd maat houden. Ik heb gemerkt dat, of ik ga veel te snel en probeer ik maar verliefd te zijn en dan ben ik het niet. Maar ga ik zo snel met die persoon, dat ik bewijs van 5 dates al bij die persoon echt thuis de bank hang, alsof het mijn eigen bank is. En aan de andere kant, ik heb eigenlijk nodig dat iets heel langzaam zich opbouwt. En dat kan, eigenlijk vind ik woorden naar elkaar toeschrijven, zoals een dating heb, soms wel prettig. Dat mensen dan zeggen, zullen we na drie keer iets hebben gezegd op een dating heb, zullen we met elkaar afspreken? Dan denk ik altijd, nee, het mag voor mij gewoon gerust even een paar weken duren, dat we gewoon eerst met elkaar praten, gewoon woorden of zo. Ik heb opbouwtijd nodig, want ik ben zelf al zo snel er doorheen gaan, dus juist met opbouwtijd bouwt het gevoel zich langzaam op en dat is voor mij eigenlijk prettiger.
Want dan kan mijn gevoel zich ook even ontwikkelen in plaats van denken dat het gelijk daar is. Wat ook soms fijn is. Maar over het algemeen werkt dat heel langzaam, wat meer voor de lange duur. Ja. Maat houden en ADHD. Ja, dat kan ook niet. Ik kan ook niet met heel veel dingen niet maat houden. Kijk, als ik in die verslavingsklinieken sta, bewijs van, er zijn er allerlei redenen waarop ja, veel mensen met ADHD of ADD zitten met ja. geen maat houden. Maar toch zijn er wel manieren om maat te houden of dingen in te bouwen. Daar gaat het in een nieuw boek ook wel over. En dat heb je ook voor een deel, volgens mij, al een voorzetting gegeven in dit boek. Doordat je bijvoorbeeld een aantal superkrachten en regels voor jezelf hebt geformuleerd. Ja, en dat dreamteam dus, die me helpt. En het dreamteam. Want in het dreamteam, ik even heel snel, het is je familie, je personal planner, budgetcoach, iemand die je helpt, hè, een psycholoog of coach, een belastingsadviseur, kapper. Ja, tandarts, kapper. En vrienden. Ja. Dat is een indrukwekkend lijstje. En ja, maar mensen moeten heel erg wachten dat de tandarts erbij staat. Maar voor iemand die niet zo goed is in tandenpoetsen, en ook niet zo goed concentratie heeft bij tandenstoken of het gewoon niet doet, is de tandarts belangrijk. Dus ik heb daar vaste elementen voor ingebouwd, waar je wel naar terug moet keren. Want als de afspraak helemaal staat, denk ik ook, oh leuk, ik heb tenminste wat te doen vandaag. Maar dan mag naar de tandarts. Dat vind ik ook een leuk avontuur, hoor. Ik heb er hartstikke veel naar mijn zin in de wachtkamer door een gesprek te hebben met iemand. Ik kan mijn dag niet meer stuk soms, dus... En ik vind het ook gewoon leuk. Ik vind het inmiddels ook gewoon... Maar kijk, mijn tanden zeggen elke keer... Kan je nou niet tanden stoken? Dan heb je over 5 jaar geen tanden meer in je mond. Ja, maar daarom komt het toch bij jou, zeg ik dan. Ja, het is ook altijd hetzelfde gesprek, maar het is ook leuk. Ik weet niet. Ja. En kapper net zo. Ik had vroeger heel erg moeite met uiterlijke verzorging. Laten we maar zeggen, een geel belletje. Make-up en alles gaf niet voor hem. En ja, deed mijn ding toch. Maar je voelt je wel gewoon beter als je ook in dat opzicht misschien soms zelfzorg besteedt. Want als je dan wel in de spiegel kijkt en je voelt je vervelend, denk je wel... Maar ik zag er wel goed uit vandaag. Ja, ik zat namelijk na te denken over mijn eigen dreamteam. En dat is een leuke trouw die ik iedereen kan aanraden om eens te kijken van wie zit er in jouw dreamteam. En dat zijn dus ook mensen die er zitten op de vlakken waar je het lastig vindt en waar je ondersteuning in hebt. En op mijn dreamteam staat mijn fitness trainer. Of in mijn dreamteam. Precies. Ja, iemand die ja, snap ik wel. Ja, die me dus de wacht aanzegt. Of als ik beloofd heb dat ik ga komen en ik kom niet, dat ik een appje krijg, zeg maar. Dus zijn er mensen die in nu, nieuwe mensen die in jouw dreamteam zitten? Ja, even kijken. Niet per se nieuw, want wat ik een beetje heb beseft is, ik ben een gemiddelde van de 4 mensen waar ik het meest mee omga. Mm-hmm, yeah. Dus ik probeer om te gaan met 4 mensen. Of daar ga ik niet eens. Dat is gewoon zo gekomen. Die dat in me naar boven halen. Dus één daarvan is mijn manager. Die is gewoon heel veel dingen goed. Dus die kan mij ook goed sturen in een bepaalde output. Ik heb een hele goede vriendin die... Als ik bijvoorbeeld op reis ga, dan gaat ook één hoofdstuk in een nieuw boek over. Ik ga op reis en neem mee. Als ik op reis ga, doe ik elke dag hetzelfde. Omdat ik het moeilijk vind om andere processen buiten het reizen om of buiten... Vind ik moeilijk om dat te ontcijferen, want zo voelt het. En als we elke dag naar een andere plaats gaan, moet ik het elke keer opnieuw ontcijferen. Dat kost mij heel veel energie. Maar ik heb het wel nodig, die nieuwe plek, want dat zijn nieuwe impulsen. Dus ik heb iemand gevonden die de deur van de wereld soms voor me open doet. En dus wel zegt, nee, we gaan wel nu daarheen. Want ik wil het wel heel graag, maar soms blijf ik steken. Omdat ik het proces, hoe kom ik dan bij die bestemming B op die vakantie? Dat vind ik moeilijk. Dus ik heb iemand gevonden die dat heel erg goed bij me doet. En ik heb een directeur, wat ik zei, daar had ik dus vandaag nog een gesprek mee... Ja, die schetst vaak wel even het realistische beeld. Van dat zal ik dicht bij mezelf blijven. Maar dat hij ook een goede afweging voor met me maakt. En ik heb nog gewoon iemand waar ik enorm mee kan lachen. Omdat ik humor zo belangrijk vind. En waar ik hele open gesprekken mee kan hebben. Ik vind nog veel meer van de wereld. En dat deel ik niet in de boeken die ik schrijf. En dat is wel fijn dat je in veiligheid daarover kan praten. Dat niet alles op straat hoeft te liggen. Dus dat die mensen. En die 4 mensen houden me op dit moment heel goed in balans. Ook al gaat het op dit moment dus iets minder goed. Ja. Ja. En dan is dat heel fijn dat dreamteam er dus is. Ja, dus dat vond ik ook mooi om te lezen. En het lijkt me ook een cadeautje voor de mensen in jouw dreamteam om dat stukje over zichzelf te lezen wat jij over ze geschreven hebt. Dus je geeft ook iets terug. Ja, ik denk dat wij ADD's heel vaak vergeten dat we... Wat ik heb toe te voegen aan al mijn vrienden is denk ik gewoon lol en heel erg... die open-mindedheid en niet altijd zomaar oordelen en dat alles nog open ligt en dat je
dat er zoveel grappige dingen te halen zijn uit het leven die onverwacht zijn. Ik denk dat ook heel erg belangrijk is. Voor, soms mijn vrienden vinden hun eigen leven saai. Ze zien wat er soms voor mij gebeurt. Maar ik streef zo naar het huisboompje bezig wat zij hebben. Dus daar vinden we elkaar dan ook alweer in. Ja, iemand anders vroeg op de chat of je niet dat te veel naast dat het een ideaal is. Ja, dat wil ik heel graag. Ja, om te beseffen dat uiteindelijk dat misschien niet voor mij weggelegd is. En dat het misschien niet huisboompje bezig is, maar dat het een andere volgorde is. Of dat het... Ik heb ook heel lang gewacht, want ik heb nu dat huis, hè, dat is over 3 maanden af. Word ik daar nog gelukkig van dat er een koophuis achter mijn naam staat? Ik heb eigenlijk gedaan wat iedereen deed. Een koophuis, want het is veilig en het geeft misschien rust. Maar ik ga naar een dorp verhuizen, wat ik vroeger de hel vond, omdat er te weinig prikkels zijn. Maar ik moet ook niet te veel prikkels hebben. Ik weet niet, daar ben ik nog niet achter. Ligt er te veel druk op, absoluut. Maar dat heeft misschien met de leeftijd te maken van 35. Dat je daar wel gedwongen bent om over na te denken. Al zou ik het niet willen. Maar het voelt enorm geforceerd. Want het liefst ga ik gewoon... Je de vivre, ga ik gewoon alles doen. En het liefst ben ik gewoon de hele wereld over aan het gaan op dit moment. Dat is dan ook weer die andere tegenstelling uit. Terwijl ik wil ook gewoon graag werken op een vaste baan. Ja, daar zit ik wel heel erg mee op dit moment. Van wat is die keuze eigenlijk? Weet je wel? Nu heb ik straks in ieder geval mijn huis. De rest komt hopelijk ook. Maar, en dan heb ik dat. Word ik daar nou echt gelukkig van? Vond ik dat nou juist wat ik al wel eens heb gehad? Dat ik dacht, nee, is ook niet helemaal voor me weggelegd. Dat weet ik niet zo goed. Niemand vraagt ook nog ook even een goede, die budgetcoach. Die heet Budgetcoach West. En zij zit samen met de zoon in de zaak. Het is in mijn geval rond de €120. Een deel daarvan wordt nog door de verzekeraar. Het is dus niet persoonsgebonden budget. Maar de gemeente heeft ook allerlei budgetcoaches, waardoor het wel weer op een persoonsgebonden budget kan. Want als je financieel fit voelt, net zoals jij naar een sportcoach gaat, dan voel je je al heel gewoon goed. Zoals met sporten je voelt, als iemand je helpt of je dat zelf kunt. Ja, je voelt je gewoon fit en dat is voor je lichaam lekker. En als ik geen geldzorg heb, voel ik me ook beter. En juist geldzorg zorgt soms voor mij heel veel stress. En door die budgetcoach gewoon productief te hebben, het is de beste investering die ik kan maken. Want als ik haar niet zou hebben, dan zou ik echt heel ver in de schuldsanering en de schuldhulp zitten. Absoluut, ik kan niet met geld omgaan. En mijn nieuwe overtuiging is dat ik wel met geld om kan gaan, want ik heb productieve keuze gemaakt om haar te hebben. Dus in some way heb ik een manier gewoon gevonden dat ik er wel mee om kan gaan. Maar ik probeer mezelf nu ook wel te overtuigen dat ik wel met geld om kan gaan. Want anders dan leer ik het misschien wel nooit. Ja, en anders is het een fulfilling prophecy, hè? Dan, ja, precies. Ja. Wat maakt dat het waar is, hè? Maar voor jou werkt dat dus. Ja. En dan zeggen mensen, maar ja, zo'n coach hoeft toch maar een aantal of een paar maanden te hebben. En dan kan je toch zelf? Dan denk ik, nee, want geld is voor mij een mogelijkheid. Als ik al het geld van de dag zou ik de hele dag bezig zijn met schoonheidsbehandeling, mezelf nog mooier maken. Maar dat vind ik ook wel weer leeg of zo. En ik vind het ook door die coach een soort van begrenzing. Ik kan niet overal alles meedoen. Ik kan niet altijd mee uit eten als mijn vrienden wel gaan. En ik, ook al verdien ik prima. Maar soms denk ik ook, ja, maar dat is wel een verplichte avondje rust. Want ik heb daar het geld niet voor. Maar dan lees ik lekker een boek. En mijn meeste geld gaat ook op aan boeken. Kijk. Maar dat vind ik altijd hele wijze investeringen. Laten we even mijn eigen boek wegleggen. Ik ben het wel met je eens. Wat ik wel leuk vind is dat daar klinkt, bij die budgetcoach klinkt echt hetzelfde door wat ik je ook in je ochtendroutines hoor zeggen. Dus je maakt een keuze en dan ga je er gewoon volledig voor. Ja, maar ik ben ook wel doorgeslagen in die keuze maken. Want wat ik wel vaak deed is zo hard het gas indrukken met alles waar ik mee bezig was. Dat je op een gegeven moment in een situatie zit waar je niet weg kan. Dan moet je het daar maar mee doen. Dat gaat natuurlijk ook niet altijd helemaal op. En mijn copingmechanisme was ook heel erg aan mensen. Kijk dan, ik kan wel iets. Of hey, oh, je wijst me af. Afwijzing maakt dat ik iets ga doen. Of een copingmechanisme. Maar ja, die financieel coach, al die mensen die ik in mijn vaste dienst doe, die voelen een beetje als ouders of broers, zussen en vrienden die gewoon het beste met je voor hebben. Dus zoals die financieel coach, dat is eigenlijk een soort van mijn tweede moeder. En mijn directeur is mijn tweede vader. Ik noem hem burgervader, een beetje Ebert van der Laan. Heel warmhartig, maar wel heel erg goed in iets te uitfilteren en met de beste bedoelingen. Ja. Nou, dat is bijna de eerste superkracht of de tip die je daarvoor geeft. Hè? Omring je met mensen die niet geloven in normaal versus niet normaal. Ja. Die jou geloven. Ja. Ja. Ik zie nog hier bij Jan Willem. Ik probeer mezelf te overtuigen dat ik iets bijvoorbeeld wel kan. Mooi. Ja, dat werk aan je mindset. Dat is ook wel... Ik heb zoveel dingen gezegd, ik kan het niet. Ik kan niet een boek schrijven. Tot ik het bewijs leverde dat ik het wel kon. En laat even vooropstellen. 3 blaadjes en een koffer omheen is ook een boek. Ja. En de definitie van een boek. En hetzelfde is, ik heb bijna gedacht, zou ik met drugs 2, die drugsdealerboek, zou ik gewoon gaan doen wat ik het allermoeilijkst vind. Printen en iets op de post doen. En dat mensen alleen maar on demand kunnen bestellen via, weet ik veel, een website of via een social kanaal. En elke keer als iemand een boek bestelt, dat ik daadwerkelijk naar de printer ga lopen om uit te printen en op de post ga doen. Dat heet ook een boek. Ja.
Ja, dat vind ik eigenlijk heel veel meer hilariteit in zitten dan dat het eigenlijk misschien zo'n product is wat iedereen, als iedereen een boek schrijft, denkt iedereen aan een boek wat een ongeveer zoiets eruit moet zien. Maar een boek kan, wat ik zei, hoef ook maar 5 pagina's is ook een boek. Ja, en iemand roept tussendoor een e-reader. Ja, die heb ik. Maar ik vind een echt boek fijner, want een e-reader, dat is soms te veel licht. En ik had ook een iPad of een telefoon waar ik boeken op lees. Ik heb Storytel, maar dan zit ik op mijn telefoon en dan ben ik weer afgeleid. En ik lees ook boeken om niet afgeleid te raken. Ja, dat ken ik. Ik heb een e-reader en ik heb een iPad en losse boeken. En ik begin nu steeds meer naar de e-reader te neigen. Omdat ja, geen sms'jes op doorkomen, bij wijze van, of geen social media. Exact. En ik er wel heel veel mee kan hebben tegelijkertijd. Ja. Maar wat ik wel een probleem van gewoon een boek vind, dan zit ik weer mee opgeschreven als die uit is. Ja, dat klopt. Want ik hou helemaal niet van, ik wil soms 1 keer spullen aanraken en kopen, maar daarna ben ik er ook klaar mee. Dus soms vind je, mijn hele huis is een weggeefshow. Als je het aanraakt, mag je het hebben. Ik wil het alleen het eerste moment vast hebben en dan ben ik op uitgekeken. Dat is een heel groot probleem in mijn leven. Ja, dat kan ik ben gelukkig van spullen, daar ben ik ook achter. Ik word echt gelukkig van wijsheid, mooie mensen die ook mooie verhalen vertellen hebben, bewijs van. En ik geloof dat al die mensen die hier zitten allemaal hele mooie verhalen hebben. Het is jammer dat jullie niet allemaal hier kunnen spreken ook. Dat zou ik ook leuk vinden, want ik luister ook graag naar andere mensen. Hey, maar je komt gewoon eens een keer gezellig bij een van de ADHD-cafés meekletsen. Dat is. We gaan een nieuwe krijgen, of misschien is die al bezig over ADHD in vrouwen. Dus dat wordt ook wel een interessante zeg. Iemand zegt: hey Francine, ik vind je echt een onwijs leuk mens. Ja, wat lief. Ik heb eigenlijk zin dat iedereen nu. We hebben nog 13 minuten, hè, zogenaamd, dus tot half. Ja, heel goed. Iedereen heeft zijn camera aanzet. En misschien dat we gewoon even met elkaar, als iemand vragen heeft. Kijk. Ik heb altijd gezegd, als ik ooit een webinar geef met alleen maar ADD'ers, dan is het eerste wat ik moet zeggen, we gaan zo allemaal door elkaar praten, of niet? Want iedereen heeft iets te vertellen, dat is ook zo leuk. Maar zet even de camera's aan als je dat wil, hè? Nou, graag, denk ik. Het is leuk om dat te delen. Ik ga even kijken hoe ik dat met mijn view weer voor elkaar krijg. Zullen we iedereen tegelijkertijd unmuten? Gallery. Oh ja, ik zie al allemaal mensen binnenkomen. Oh, ja, ik ga ook in de gallery dat doen, ja. Hallo allemaal, ik vind het dus ook wel leuk. Ja, je hoeft je camera niet aan, hè, maar ik vind dat zelf leuk dat ik ook even een beeld krijg. Dus, ja, wat grappig. Hoi allemaal. En ergens denk ik ook, ik wil zeggen gewoon, steek je hand op en dan kunnen we je een beurt geven. Zo, als je vragen hebt, zo. Want nu, laten we even een goede team moeten gewoon helemaal losgaan met elkaar even. Dat vind ik ook leuk. Misschien heb je daar zelf ook opmerkingen, vragen over. En ik denk altijd, mensen vinden het moeilijk om als eerste te gaan. Om iets te zeggen, maar... Daar hebben ADHD's niet zoveel last van, hè? Nee, dat is precies wat ik wilde zeggen. Ik beloon daar ook wat mensen voor. Als je bij mij mijn webinar opstaat, krijg je €10. Als je als eerste opstaat, als je me live ziet. Want iemand anders deed het niet. En ADHD doet het wel, moet je ze ook voor belonen. Ja. En ook zie ik dat ik zelfs op pagina 2 heb. Mm. Oh, wat grappig. Ja. Nee, maar zijn er bijvoorbeeld nu nog vragen die gesteld willen worden en die gewoon even live gesteld kunnen worden? En dan, ja, nogmaals, ja, mag hoor. Ik zit hier ook nog even. Dan zet je hem even op unmute en dan kun je je vraag stellen. Zullen we het zo doen? Als we maar niet allemaal door elkaar gaan praten, dus dat moeten we dan wel voorkomen. Dus misschien, als je iets wil zeggen, mag je je hand opsteken en dan geef je even de unmute bird. Even kijken of ik handen omhoog zie gaan. Nee, ik zie je de twijfel. Terwijl ik zeker weet dat iemand iets te zeggen heeft. Iedereen kijkt weg. Hey, ik zie hier iemand zwaaien. Ja, Marijke? Ik weet niet of ik te verstaan ben, want ik heb ergens op gedrukt. Dus ik denk, misschien ben ik niet te verstaan. Je bent wel te verstaan. Oh, top. Oké. Nou, ik heb eigenlijk een vraag met al die routines die je hebt, of ik ook. Dan vind ik het soms lastig dat als je ergens anders bent, dat ik eigenlijk weet dat ik naar buiten wil, of dat ik wil sporten in de ochtend, of dat het een soort bijna een noodgevoel, omdat het een soort medicatie voor mij is, die routine. En dat mensen dan toch zeggen van, ah, maar je kan het toch wel even een keer niet doen, of je kan het wel overslaan, of ja, je slaat bij een vriendin bijvoorbeeld. En dat ik dan een soort gevoel krijg dat ik dan niet flexibel ben, maar eigenlijk zit het er meer in dat het mij helpt die dag, ja, de dag door te gaan. Hm? En dan vind ik het soms wel lastig om uit te leggen waarom die kleine dingetjes, zoals ja, inderdaad sporten of ontbijten of dat er niet, toch erg belangrijk zijn. Mm-hmm.
Zonder heel star over te komen van nee, in de verdediging of dat soort dingen. Ik denk misschien, ja, kennen mensen. Dat is herkenbaar, dus ik vind het ook lastig soms dat die hele kleine hulpmiddelen die mijn dag zo goed maken om die te blijven uitvoeren. En aan de andere kant vind ik ook moeilijk te verantwoorden waarom ik bijvoorbeeld een cartridge niet kan verwisselen. Mm-hmm. Waarom dat mijn hele dag... Maar daar heb ik het gevoel dat ik me in moet verdedigen. Maar daar ben ik wel een beetje mee gestopt, toen ik dacht... Nee, ik hoef me nooit te verdedigen waarom ik nu besluit dat ik wil sporten. Of dat ik nu... Daar hoef ik geen verantwoording over af te leggen. Tenzij ik iemand daarmee benadeel. Maar over het algemeen benadeel je niemand ermee. Je benadelt alleen jezelf als je het niet doet. Ja, ja. Maar het is ook een beetje voor jezelf durven opkomen. Dat heb ik ook, en het ligt ook een beetje aan weer met de veiligheid, hè, die je voelt in zo'n situatie. Of bij wie dat doet. Bij mijn eigen, weet ik veel, beste vrienden durf ik wel te snauwen. Als ik zeg, ik heb nu echt slaap nodig. En dan, terwijl in de vergadering durf ik niet zomaar te zeggen, hey, ik heb heel veel 10 minuten slaap nodig om weer door te kunnen. Ja, en toch vind ik dat soms ook wel... Ik vind het soms wel lastig dat je dus best wel van de makkelijkste dingen bijna je onzeker gaat voelen. Omdat je dat dus zo heel erg nodig hebt. En die onzekerheid is dus weer omdat je eenzaam voelt in dat proces. Wat ja, dat je begrijpt waarom jij de, of waarom je het wel begrijpt en de rest het niet begrijpt. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Ja, maar ik probeer daarin wel echt open te zijn. Van, ja, voor jou is het heel makkelijk een cartridge, voor mij niet. Voor mij is sport heel belangrijk, voor jou niet. Maar ik loop achter als ik het niet doe. Dus snap je dat? Zo probeer ik het wel te doen. En soms kom ik daarmee niet aardig over. Maar dan zeg ik misschien achteraf sorry daarvoor. Of... En soms ook niet. Want soms mogen ze ook sorry zeggen tegen mij als ze geen rekening met me houden. Ik probeer ook met iedereen rekening te houden. Maar het, gaat... maar het is wel belangrijk dat je natuurlijk dan bij jezelf blijft. Ja, klopt. Dankjewel in ieder geval. Zijn er nog meer dingen die mensen willen zeggen? Zien. Ja? Wat ga je in Kaapstad doen? Een nieuw boek schrijven. En dat nieuwe boek verder schrijven. En tot rust komen en nadenken. Terwijl ik denk na, maar ik moet nadenken. Waarom in Kaapstad? Kaapstad als rustige omgeving. Ja, ja. Daar is, oh, omdat iedereen daar om 5 uur opstaat. En dat is voor mijn hoofd ook heel goed. Rush hour in de gym is daar rond 5 uur. En je staat op met de zonsopgang. Ja, dat is wel misschien iets later. Maar dat werkt voor mij gewoon. Weet je, en dan heb ik een hele grote voorsprong op de dag. Dat vind ik het allerfijnst. En de zon komt daarop. En ik heb wel echt moeite met deze weersomslag. Ja, dus Kaapstad is gewoon even een soort van... En ook, ik wil die verantwoordelijkheid niet voelen die ik hier in Nederland heb. Als ik in Kaapstad ben, heb ik dus een Kaapsnummer, kan niemand me bereiken. Heerlijk. Als even de maand onmute, want dan kan ik kan al zo moeilijk mensen uitschakelen of even niet ergens zijn. Dus dat is wel even een moment waarop iedereen ook me vaak met rust laat. Zo van, oh ja. Dus ik heb ook gewoon even rust nodig van mensen en verantwoordelijkheden. Oh, je bent daar vaker geweest al? Ik ga er elk jaar heen. Ook elk jaar rond deze tijd om te voorkomen... Dat ik met die weersdepressie te maken heb. En ja, die donkere dagen zorgen ervoor dat ik al 1-0-8 sta. En dat vind ik al irritant genoeg. Terwijl ik eigenlijk heel erg lekker ga op donkerheid. Maar niet op die somberheid van de dag dat het weer al niet lekker is. Dat maakt het moeilijk opstaan. Francine. Ja? Wat houdt voor jou nou rust in? Nou? Ik wil tot rust komen. Wat houdt het dan in? Dat ik ongestoord mijn routines kan doen. Dus dat ik dat sporten kan doen. Wijn drinken. ik kan in Nederland... Ik kan me niet goed laten gaan met alcohol. Dat is heel raar. Ik denk dat heel veel mensen verwachten misschien dat ik alcohol niet kan. Maar ik wil me gewoon even ontspannen voelen. Ik wil niet zeggen dat ik weer alcohol voor nodig heb. Ja, ik heb gewoon even zon. En vooral ook natuur nodig. En ja, rust. Dat houdt rust voor me in. Ik denk... Eigenlijk houdt rust voor me in dat ik gewoon iemand op de bank heb zitten waar ik naar kijk. En ik denk, jij kookt voor mij. Ik ben nu mijn boek aan het lezen. Ik heb net mijn power nap gedaan. Alleen die persoon, dat moet ik zelf zijn. Ja, dus rust houdt een beetje in dat het allemaal gewoon... dat ik even mezelf mag zijn zonder dat er wel iemand bij is, maar dat iemand daar niet meer over oordeelt. Dat ik zelf ook even oké ben met de rust. Ik vind namelijk het soms heel eenzaam of rusteloos als ik met mijn eigen gedachten ben. Maar als iemand anders is, kan ik altijd mijn gedachten delen. Dus dat vind ik fijn. Dus ik ga er ook niet helemaal alleen heen. Ik ga er met hele goede vriendinnen heen. En ik zit er bij familieleden die me gewoon laten. Dus als ik een, ja. En dat vind ik, dat is voor mijn hoofd, dat is rust. Ja. Koopt er iemand voor je? In Zuid-Afrika kan je gelukkig heel goed eten bestellen voor heel weinig geld. Dus daar komt mijn budget heel goed uit. En in Nederland niet altijd. Hier is Nederlands eten is duur. Dus er kookt zeker iemand voor me. Ja, ja, ja. Daar kom ik ook het meest van tot rust. In Nederland heb ik 1 vriendin die elke week even een hele gezonde maaltijd voor me kookt. En dan zit ik daar en het is gewoon alsof ik in een gespreid bedje kom. En dat is... Ik heb zoveel moeite met koken. Dat het gaat nergens over. Daar haal ik zo geen plezier uit. Ik kan het, maar ik haat het. Ja.
Routine, hè? Dat is, voor mij is dat het vervelende van koken. Ja, routine, time management. Maar ik ben me wel van bewust dat ook in deze tijd, waar het gewoon wat zwaarder is in mijn hoofd, dat gezond eten wel moeilijk of wel belangrijk is. Dus ik haal nu elke keer een hele gezonde soort van versbereid diepvriesmaaltijd. Maar ik kan er wel balen als het uitverkocht is, want dan haal je me uit mijn routine. Is dat herkenbaar voor mensen, dat routine heel erg belangrijk is? Nee. Ja, het is wel belangrijk, maar het is ook geestdodend. Net zoals dat koken, ja. Dat vind ik ook vreselijk om te doen. Dat, gelukkig doet mijn vriend dat. Nee, maar dat is ook het geinige. Aan de ene kant hebben we routines nodig, aan de andere kant vinden we op een gegeven moment gewoon niet meer leuk, of kunnen we het niet meer, en dan leggen we dat neer. Maar op de dagen dat het alles slecht gaat, heb ik wel het allermeeste dat de routines zijn die goed gaan. Zodat ik wel denk, hey, ik heb iets bereikt. Ik ben juist ontzettend het gewoontedier en ik heb... Ik schreef net dat ik zo bewonder dat ik nu een aantal mensen tegenkom de laatste paar maanden. Die dus al lang bewust lerend omgaan met hoe bijzonder ze functioneren en hoe anders. En daaraan leren en constructief aan werken. Voor mij geldt dat ik te lang juist op die automatische piloot niet bewust was daarvan. En ik heb dus heel veel gewoonteleven. Ja, dat mij dus eigenlijk niet alleen maar goed doet. Ja. Ja. Voor iedereen is het weer duidelijk een hang naar sleur en naar rust dankzij routines. Ik hoorde laatst, dat was in dat café waar ik dan run. Iemand die zo kort en bondig zei, ik ben thuis ADD'er en in gezelschap ADHD'er. Nou, dat herken ik vreselijk van mezelf. Ik ben thuis vreselijk saai en dat heb ik kennelijk ook hard nodig. Ja, ik vind mezelf thuis ook heel saai. Ik vind het ook leuker, maar dat heb ik ook nodig inderdaad om je op te laden. Ja. Ik zie dat nog iemand een vraag heeft. Of twee iemand, maar ik zie eerst... Er zijn twee mensen met een bril, maar iemand met een donkere trui aan en een bril. Ja? Ja. Ja. Nou ja, wat Jan-Willem zegt, herken ik in zoverre dat... als een thuisbasis rustig en veilig is, kan ik juist daarbuiten mijn eigen gekke zelf zijn. Ja, maar dat heb ik dus ook. En dat die veilige basis... die maakt dat ik voor de rest inderdaad gek kan doen en raar kan doen. En... Ja, maar dat je ook af en toe moet terugtrekken naar die rustige, veilige basis. Absoluut. Ja, maar dat heb ik ook. En daarom wil ik misschien niet meer met iemand per se samenwonen, maar wil ik misschien gewoon latten in die end of zo. Omdat het dan, dat het misschien dan beter werkt of zo. Want ik heb die terugplek uit een soort van nodig. Alsof ik even moet een eendaagse winterslaap moet doen af en toe één keer in de week. Om even bij mezelf te zijn en blijven. Ja. Ja. Petra, wat wilde jij zeggen? Nou ja, ik ben al maar sinds een jaar dat ik ADD heb. En heb ik nooit gehad eigenlijk. Ik ben dat nu aan het leren. Maar ik vind het dus juist vreselijk moeilijk om het vast te houden. Maar ook om het te doen. En ik heb zelf een kind met autisme die dus heel erg van de structuur was. Ja. Hij woont nou niet meer bij mij. Maar dat heb ik zo moeilijk gevonden. Zo van, omdat ik zelf juist die structuur kwijt wil. Zo van, ik wil gewoon iets doen als ik daar zin in heb, zeg maar. Ja, niet qua werk, maar wel qua huishouden of qua uitstapjes nemen. Dus ik ben juist van het niet plannen eigenlijk. Juist het impulsieve. Nou, ik dus ook. Kijk, wat ik niet meer echt doe is afspraken plannen met vrienden. Die moeten maar gewoon komen als het weekend begint. Want als ik die heel ver van tevoren heb ingepland... Dan kost het me alle energie en heb ik al geen zin meer. Dus dat laat ik tegenwoordig op vrij beloop. Het scheelt ook wel dat ik vriendinnen heb gevonden die daar ook lekker in meegaan. Maar mijn normale vrienden, die zijn alles volgepland. Hebben ook kinderen, moeten daar, ja. Ja. Maar bij mij weten ze ook gewoon, we moeten niet een paar weken van tevoren of een week van tevoren vragen of Fleur iets wil doen. Want Fleur wil toch pas op de dag of een paar dagen ervoor beslissen of ze wel of niet komt. Dat is wel herkenbaar dus. Of mijn vrienden moeten me de ruimte laten, ik mag afzeggen. Ook nog 3 minuten ervoor. Kijk. Ja, onder voorbehoud, zeg ik vaker. Ook vaak, ja. Ja. Dan kan zien op dat moment of mijn energie daar staat. En soms moet ik ook opletten. Gisteren had ik een concert waar ik niet heen wilde. En toen ben ik toch gegaan. Het was hartstikke leuk. Had ik voor goud willen missen. Kijk. Dus, maar ik heb ook nodig... Kijk, ik nogmaals, routines zorgen ervoor dat ik dingen behapbaar kan maken. Maar ik heb ook absoluut nodig dat dingen helemaal niet vast liggen. En dat er ook heel veel ruimte is voor... Heel veel leuke dingen of heel veel, gewoon andere impulsen of dat soort dingen. Nou, als we het hebben over regelmaat, we zijn op de 9:30 aanbeland. Regelmaat moet slapen. Precies, hè. Dus we gaan, wat mij betreft,
het webinar zo afsluiten. Zijn er nog woeste, prangende vragen? Dan denk ik dat dat nog wel even kan. En anders dan wil ik jullie gewoon ontzettend bedanken. En Francine ontzettend bedanken. Kijk, in live zou ik je nu een bloemetje aanbieden. En die moet je er nu even bij denken. Ja, Mensen die aanhaken of die andere mensen kennen. Dit is wat we dus elke maand doen. En als je mensen kent die lid zouden kunnen of mogen of moeten worden, dan geef het graag door en verwijs ze naar impuls-en-woordblind.nl. En ik vond het top van zien. Ik vond het ook wel leuk. Dus dank ook voor jullie allemaal. En leuk dat ik jullie allemaal mocht zien. Vond ik ja. Nou, weet mooi. Je, dan blijven Francine en ik als laatste. En dan zwaaien jullie en haken jullie gewoon af. Zullen we het zo doen? Nee hoor. Dankjewel, Ingrid. En ook dank veel succes in Kaapstad. Ja, dank jullie wel. Doeg. Doei. Ook naar de mensen die geen beeld hebben. Doei. Nou, in de chat komen allemaal dankjewels langs, Francine. Wel leuk. En mensen die zeggen, ik zie uit naar je volgende boek. Nou, ook fijn toch? Ja. Dit is ook grappig om te zien. Hè? Dus al die mensen die zo langzamerhand af... Ja. Hoeveel zaten er nou in op zijn hoogst? 44, zag ik op een gegeven moment. Ja, volgens mij zaten we op de 44 op zijn hoogst. Ja, fijn. En dat kan ik nog... dat kunnen we nog wat nakijken. Nou, dat maakt ook helemaal niet uit. De 44 is hartstikke veel. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja. Ja, nou ja, en ik denk dat voor heel veel mensen het juist ook zo fijn is dat we gewoon praten en kletsen. En, Nou, ik wil als ADD zelf ook graag meedoen. Daarom uiteindelijk dacht ik, we gaan toch die vraag beantwoorden. Dat vind ik zelf ook leukst. Dat was toch ook leuk? Ja, precies. Ja, vond ik heel leuk. Ik mag weer naar de boekhandel, ja. Of op het school, wat dan ook. Ah, dat is... Ja, nou ja, en het is leuk, want ik verheug me nu al gewoon op je andere boeken. Je snapt natuurlijk wel dat ik je dan opnieuw ga uitnodigen. Ja, maar echt. En je deed het ook heel goed, dus echt leuk. En ook leuk met je eigen voorbeelden. Ik was daar blij mee. Kom ik zelf ook heel baat. Fijn. Ja, ik voel ook dat ik dacht, we doen dit samen nou. En ja, dat is ook voor mij fijn. Ja, voor mij ook. Er zijn er nog een paar die zo ook als het goed is afhaken. I'll be there next time, zegt iemand. Nou. We wachten nog even. Yes, en ik denk dat ik ondertussen de recording stopzet. Ja.